Ja. En die moet dan ook serie 4, geen idee. Maar dan kan ik alvast een contact maken. Geen flauwe lucht, dat is niet door.
Ik ben Tracy Metz, dit is Stadsleven. Welkom bij de gezonde stad. De beelden die u heeft gezien bij inloop zijn uit twee tentoonstellingen die momenteel in Amsterdam te zien zijn. Eén is Wij Twee Samen in de Brakke Grond, tot en met 8 november. Dat is een persoonlijke impressie van Eva Cardon over dementie. En het andere zijn foto's uit het Stadsarchief, de tentoonstelling Tussen Ziek en Beter. Van beelden uit het Emma Kinderziekenhuis tussen 1865 en 2015. En die tentoonstelling is te zien tot en met 15 november. Ik wil om te beginnen jullie vanavond voorstellen aan mijn co-presentator, Zora. Zora? Hallo allemaal, ik ben Zora. Ik ben een zorgrobot zoals jullie kunnen zien. Ik vind het erg leuk om hier te zijn. Zorgrobots kunnen tegenwoordig steeds meer en meer. In mijn dagelijkse baan werk ik bijvoorbeeld al met ouderen en mensen met Alzheimer. Alzheimer? Dus het presenteren van een live talk show is een eitje voor me. Nou Zora, dat gaan we nog maar zien. Dat gaan we nog maar zien. Ik wil jullie ook presenteren aan Alice. Alice is ook een zorgrobot. Gelukkig kan Alice niet opstaan en zelf weggaan. Maar je begrijpt het al, zij gaan mij vanavond het leven echt wel zuur maken. Alice en Zora zijn zorgrobots en jullie kunnen meer over hun zien in de film die ik samen met Johan Horen. Johan, wat ben je? Hun minder, hun beheerder, hun baas, hun geliefde? Medeontwerper aan de VU, Johan Horen. We hebben een film gemaakt, een interview met Johan over de zorgrobots die jullie op onze site kunnen zien, www.stadslevenamsterdam.nl. Ik wil ook voordat we beginnen vanavond het team bedanken. Dat zijn mijn rechter en linkerhand Sanne van der Beek, hier op de eerste rij. Sanne, dankjewel voor alles. Ja. Wij hebben op dit moment ook twee stagiaires, Max Niekes. Max, op de eerste rij. En Anouk Schouten. Anouk. Ja. En niet te vergeten, productie en techniek van de mij welbekende Baptiste Braillet. Die zit boven. Thema van vanavond is de gezonde stad. Het is een heel actueel thema, maar bijna ongrijpbaar ook. Want alles heeft invloed op onze gezondheid. Wat we eten, de lucht die we ademen, de schoonheid, de zuiverheid van de stad waarin we wonen. Maar ook onze postcode heeft heel veel invloed op onze gezondheid. En we gaan vanavond van verschillende deskundigen horen die ons vertellen wat het is wat ons gezond of ongezond maakt. En in hoeverre we daar invloed op kunnen uitoefenen. Want denk maar niet dat je dat helemaal zelf in de hand hebt. Dat is bijna verontrustend om te horen. Maar we gaan wel wat verontrustende inzichten vanavond krijgen. We hebben een keur aan disciplines voor jullie uitgezocht. Die bij elkaar zullen vertellen over verschillende facetten van gezondheid in de stad. En ik wil graag nu alvast het woord geven aan onze eerste spreker van vanavond, Jan Latte. Zora? Vertel ons iets over Jan. Onze eerste spreker is Jan Ladden. Hij is hoofddemograaf van het Centraal Bureau van de Statistiek. Jan, betekent dat dat jij de baas bent? Jan presenteerde het rapport Kwaliteit van Leven dat vorige week uitkwam, waaruit blijkt dat welvaart belangrijk is voor gezondheid. Ik snap er nog niet zoveel van, maar straks hopelijk wel. Jan, leg je het me uit? Ja, ze is ook maar een robot, hè, Jan? Wil je een microfoon of de katheder? Op die, joh. Staat die aan? Staat deze aan? Ja. Ja, goedenavond allemaal. Wat Piketty vergat, daar gaat het om. Ik dacht, ja, waarom Piketty erbij halen bij gezondheid?
We kennen allemaal eigenlijk de hype, vind ik zelf ook, van vorig jaar en lopende jaar. De verontwaardiging over ongelijkheid in de samenleving als het gaat om inkomen en vermogen. En eigenlijk werd er nooit gesproken over ongelijkheid in het sociale, laten we zeggen. Eenzaamheid of pijn dat je het weinig onderwijs hebt gehad, dat soort zaken. Geborgenheid vind ik ook een hele belangrijke, daar gaat het dan niet meer over. Terwijl eigenlijk andere onderzoekers zoals Stiglitz al heel vroeg zeiden van, je moet niet alleen op de euro's letten, je moet ook letten of de mensen tevreden en gelukkig zijn. En zeker in een welvaartsland als het onze. En ook de politiek komt daar steeds meer achter. En frappant inderdaad, gisteren zag ik dat de nieuwe leider van Labour in de UK, die had zowel Piketty als Stiglitz in een soort adviesgroep om hem advies te geven van hoe moet je nou verder met de politiek. Hoe moet je die ongelijkheid erop? Hoe moet je zorgen dat het de mensen in het land goed gaat? Dus niet alleen Piketty, niet alleen euro's, maar ook Stiglitz. En kijk, allemaal knopjes. Gaat het andersom? Andersom, precies. En richten op de meneer daarboven, geloof ik. Misschien moet je even doorklikken. Ja, daar hebben we. Dus CBS zit goed in de tijdgeest, want wat deden we? We dachten, nou, we gaan toch eens kijken, want als wij nou eens combineren welvaart en welzijn, wat krijgen we dan voor beeld van de Nederlandse samenleving? En welvaart, ja, dat hebben we daarvoor hebben we genomen het inkomen. We hebben de belastinggegevens van alle Nederlanders, dus integraal. Niet op naam, maar wel weten we wat per huiscode het inkomen is. En we hebben onderzoek gedaan, enquêtes gedaan bij mensen en gevraagd, niet wat voor ziektes hebben, maar voelt u zich gezond of ongezond? Bent u tevreden met het leven? En die twee dingen hebben we gecombineerd. Dat geeft toch een ander perspectief op, laten we zeggen, alleen maar welvaartsverdeling. En ik dacht even, ik denk, er kwam natuurlijk allerlei interessants uit, maar ik wou even vragen in de zaal, wie van u is een twintiger? Even de handen omhoog, de twintigers. Alleen de twintigers. En even de handen in de lucht houden. Wie van deze twintigers heeft ook een partner? Zijn er nog steeds? Zijn er nog steeds? En wie van die twintigers met partner heeft geen kinderen? Kijk, kan ik toch een paar mensen feliciteren? Want we gaan naar de volgende klik. De volgende klik, kijk. Van die personen, die met die kenmerken, vonden wij uit. De twintigers, zonder kinderen, met partner. Die hebben de hoogste kans in die bevolking om te behoren tot de groep met een hoge kwaliteit van leven. Dat wil zeggen, ze zijn en gezond en ze voelen zich gezond, ze zijn tevreden en ze hebben best een goed inkomen. Tenminste 56%. 10% heeft van alles niks van die twintigers. Die hebben dus weinig tevredenheid en zo. Maar de grote groep twintigers is best heel tevreden, hebben een hele hoge kwaliteit van leven. En als onderscheid even kijken, hoe zou het nou in de hele bevolking zijn? Dan gaan we naar de volgende sheet. 36%. 1 op de 3 Nederlanders heeft dus een hoge kwaliteit van leven. Dat wil zeggen, gezond, genoeg geld en vindt zichzelf, is ook tevreden met het leven. Is dat nou alles? Nee, we gaan het detailleren, nog verder uitsplitsen, fileren zou je kunnen zeggen. Voor u rechts, groen. Dat is het deel, het bovenste deel van de bevolking met meer dan de helft die meer dan gemiddeld inkomen heeft. Welvaart is dan hoog, rechts. Links zijn de mensen met welvaart laag. Als je naar rechts kijkt, zie je boven rechts ook nog het welzijn groot. Dikke, vette, 36%. Die hebben dus alles mee, zou je kunnen zeggen. Je ziet ook bij 13%, die zijn best rijk, zijn welvarend, maar toch zijn ze in het welzijn klein. Dan denk je, hoe kan dat dan? Euro's, geld maakt toch gelukkig? Nee, dus niet. Geld maakt niet gelukkig. Dat kun je hier zien. Die hebben best misschien wel, misschien zijn ze wel depressief. Vrouw is weggelopen, noem maar op. Nou, misschien ben je dan toch niet gelukkig, ondanks de miljoenen. Gechargeerd. Misschien is iemand wel blij als een vrouw wegloopt en houdt die miljoenen. Dat kan ook. Maar in elk geval, hier niet. 13%. Dat is toch interessant, want je ziet dat het heel gedifferentieerd in de bevolking zit. Ook bij die mensen met relatief weinig welvaart. De helft die zit onder de wat gemiddeld verdiend wordt. Daar zie je linksboven toch nog een hele groep die niet zoveel verdient, maar wel tevreden is en gezond is. Die zijn er ook. En linksonder welzijn klein en welvaart klein. Dus die hebben en weinig geld
en zijn niet zo tevreden en die zijn niet zo gezond. Daar zitten natuurlijk ook veel uitkeringsgerechtigden, daar zitten de gescheiden moeders, noem maar op, die zitten daar met lage inkomen. Ouderen zitten daar ook, alleenstaande ouderen. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dat wisten we toch eigenlijk al, dat is wel een open deur. Maar van de andere kant, je hebt nu wel kwantitatief een beeld waarin je kunt zien, als je in het land beleid voert en je voert beleid alleen op welvaart en je geeft iedereen een procentje erbij die rijk is, voor die maakt het niet veel uit, die blijven toch ongelukkig. Ja, dat maakt niet meer uit. En daarboven, daar zie je, welke zijn het, hier moet je beide dingen aanpakken, maar daarboven, welvaart klein, welzijn groot, ja, daar mag wel wat bij. Welzijn gaat goed. Maar je ziet, je moet in een land beleid voeren op zowel de euro's als op, zijn de mensen wel tevreden, gezond, hebben ze genoeg geborgenheid, zijn ze niet eenzaam, het sociale aspect. Dit is het globale beeld. Ik denk voor het stadsleven in Amsterdam. Mensen uit Amsterdam die willen natuurlijk iets zien van Amsterdam. Dan moet ik erbij zeggen, dit plaatje had ik graag voor Amsterdam gemaakt. Maar dat kan niet, omdat de aantallen te klein zijn. Ik zei al, het is ook persoonsenquêtes zijn dit. Er zijn te weinig mensen in dat bestand om voor Amsterdam iets te zeggen. Wat we wel kunnen doen is alleen kijken naar, wat was het? De volgende. Ik praat mijn mond voorbij trouwens, dat kan wel. Kwaliteit van leven gemiddeld in die periode. Hier zien we Nederland nog een keer. En op, wat u vooral moet onthouden is rechts, groen en paars, dat is welvaart klein. En dan zie je helemaal rechts 19% in Nederland, zeg maar 1 op de 5. Dus welvaart klein en welzijn, dat is gezondheid en tevredenheid gering. Het is eraf gevallen. Maar dat is zeg maar de zorgengroep, 1 op de 5 voor Nederland. Kijk je nou naar de steden, hoe ze daar verdeeld. Dan zie je toch wel dat Rotterdam met 29% heel veel mensen heeft met die onderaan zitten in die maatschappelijke ordening. Dus die hebben het echt niet goed. Die hebben het tegenslagen in het leven. Amsterdam is iets beter dan Rotterdam, maar toch ook slechter dan overig Nederland. En Utrecht, dat is echt een brave stad, dat kun je wel zien. Dat is Utrecht, de meren, dat zijn de gezinnen met kinderen die netjes werken en een inkomen hebben en minder zorgen hebben. Dat is echt Utrecht. Utrecht is een nette stad vergeleken met Amsterdam. Nou komen we op de andere sheet. Dat is de uitsplitsing. Hoe zit het met alleen gezondheid? Mag ik de andere sheet? Ja, alleen gezondheid. Dat hebben we dus wel gevraagd. Overig Nederland en de steden. Dan zie je overig Nederland ongezond 24%. Maar kijk, Amsterdam 29%. Amsterdam heeft veel mensen die zeggen van zichzelf, ik ben niet gezond, ik ben ongezond. Scoort is ongunstig. Rotterdam nog ongunstiger, dus kunt u blij zijn dat u in Amsterdam woont. Utrecht is weer die, ja, het is een brave stad, hè, dat zie je wel, altijd weer. Utrecht is de centrale kantoorlocatie van Nederland, dat is gewoon alles netjes. Dat hebben we ook gedaan met tevredenheid. En je ziet telkens dan weer, maak de volgende sheet. Tevredenheid, weer dat patroon. Elke keer ongeveer hetzelfde patroon. De steden scoren ongunstiger dan de rest van Nederland. En dan weer Den Haag, Utrecht. Den Haag doet nou ook mee als nettere stad. Amsterdam, ja, echt ontevreden. Ontevreden mensen in Amsterdam. Bent u ontevreden? Ja. Niet, denk ik. Selectief. Het is de kans om een laag kwaliteit van leven te hebben. Dat hangt natuurlijk samen met van alles. Dat is niet alleen maar voel ik me ongezond, voel ik me ontevreden. Dat heeft verregaande consequenties. En een van de interessante dingen uit het rapport, dat was eigenlijk de samenhang met koop- en huurwoningen. En dat staat op de volgende sheet. Dat is een hele interessante, vind ik zelf. Want helemaal boven, helemaal beneden hier, dat zijn de bewoners van koopwoningen. En wat je ziet, weer zo'n dikke vette 46%, daar meer dan gemiddeld in Nederland. Welzijn groot en welvaart groot. Dat zijn die jonge middenklasse gezinnen in Utrecht de Meren. Die vullen dat, 46%. Bewoners van een koopwoning. Je ziet ook dat die bewoners van koopwoningen vrij beperkt zijn in welzijn klein, welvaart klein. Dus die ongelukkigen, zal ik maar zeggen, of ontevredenen en ongezonden, vind je weinig in koopwoningen. Maar kijk eens gelijk naar boven. Die 13% in huurwoningen wordt er 40%. 40% in de huurwoningen die behoren tot de groep die dus weinig levenskwaliteit heeft. Die zijn en ziek, ontevreden en weinig inkomen. Dus je ziet heel duidelijk dat contrast. Ik zal het nog een keer
laten zien. Doet hij het? D, oh. Even één terug, mag hij één terug? Oh, ik weet niet wat ik doe. Daar. Maak nou één keer terug. Of vooruit is het nu. Vooruit, ja, die. Ik doe het maar niet meer. Die 13% moet u vergelijken met 40, dat is het verschil tussen huur en koop. En deze, die echt die grote massa aan mensen die grote kans heeft op hoge levenskwaliteit, die vind je bij de huurwoningen absoluut niet terug. Daar vind je echt terug welzijn klein, welvaart groot. Dus je ziet hier al aan een concentratie van problematiek. Daar zullen de woningcorporaties minder blij mee zijn, of die weten dat eigenlijk al. Ze hebben tegelijkertijd ook andere zorgen dat de huur niet betaald kan worden. Ze zitten ook met veel mensen die hulp nodig hebben, die ziek zijn, die misschien hun huis niet meer aankunnen, niet meer kunnen organiseren. Dan heb je misschien een robot nodig. Hè? Dan heb je dat programma ook. Hè? Van, oh ja, dat programma van, ik weet niet hoe het heet, maar waar ze dat huis komen opruimen, omdat ze het niet meer kunnen. Nou ja, je ziet, de problematiek is verschillend. De volgende sheet graag, ik durf je niet meer aan te komen. Ja. Als je dat vorige plaatje in het hoofd houdt, met die concentratie van weinig kwaliteit van leven in de huurwoningen, veel in de koopwoningen, en je denkt dan aan het beleid zoals het tegengaan van scheef wonen, dus dat je die mensen die veel verdienen en waarschijnlijk meer kans hebben om gezond te zijn en tevreden te zijn, om die eruit te halen uit die woningen, en je zet daarin de mensen met lagere inkomens, weinig welvaart, heb je dus ook grote kans dat je erin zet mensen met weinig tevredenheid, ongezonde mensen, en die vullen dat verder op. Dus eigenlijk scheef wonen tegengaan, tenminste als je denkt aan van die buurten met eenzijdig sociale huurwoningen, dan ben je bezig om ongezondheid en ontevredenheid te concentreren. Ja, dat willen we eigenlijk ook niet. Want dan krijg je weer de verkeerde voorbeelden van elkaar. En dan krijg je een hele buurt die klaagt en ontevreden is, in plaats van dat je elkaar helpt. Ik haal wel in de volgende sheet nog een interessante uit. Dat is toch het feit dat bij alles blijkt dat een goede opleiding helpt. Dat zijn, zag je al bij de jonge twintigers, goed opgeleid, een partner erbij, twee keer goed opgeleid, dubbel inkomen. Alles ligt nog voor ze, ze willen een koopwoning, kindje komt er nog aan. Pas verliefd, David? Moeten we ook niet vergeten. Pas verliefd betekent ook tevreden, gelukkig David, en gezond allemaal. Dat zijn de ideale David, hoor je mij? Mensen van nu. Daar wordt naar iemand gewezen. Is dat ze? Is dat de gelukkige? David, hoor je mij? David, hoor je mij? Check. Hoge levenskwaliteit. David, hoor je mij? Daar wou ik nog wat David, hoor je zeggen. Mij? Hey. Ja, dat liefdesgeluk is ook belangrijk. Check. Dat zit jammer genoeg niet in het onderzoek, maar dat doet er wel toe. Check. En die hoogopgeleide en die buurt in Amsterdam. Kijk, als check. Je ziet David, hoor je mij? Dat eenzijdige buurten sterk concentreren, opleidingsniveau sterk concentreren in bepaalde buurten, welvaart concentreert in bepaalde buurten, dan weet je ook dat daar tevredenheid concentreert en al die positieve dingen van het leven. Dus ik zou bijna zeggen Oud-Zuid, alles positief, Slotervaart, veel negatief en dat allemaal op een paar kilometer afstand. Nou hebben we het alleen hierover gehad, maar gezondheid betekent wel, in de ene wijk leef je gemiddeld 6-7 jaar langer dan in de andere wijk. Dank u wel. Ik ga even praten met Jan, maar ik kan me voorstellen dat er ook vanuit jullie vragen zijn over dit, toch wel een beetje onthutsend onderzoek, Jan. Kom je even bij me zitten? Ik wil het boekje nog laten zien. Ja, gratis te downloaden op de site van CBS, toch? Ja, gratis te downloaden. Je microfoon. Ja. Zijn er vragen voor Jan? Als die ondertussen ontstaan, ja, toch wel? Ja. Ik heb ook de nieuwsbrief. Oh ja, dankjewel. Waar ik nog zeggen, wil je op de hoogte blijven van wat Stadsleven te bieden heeft? Teken in voor de nieuwsbrief en dan zullen we je graag op de hoogte houden. Ook weer. Even voor de last. Sorry, ja, hou me in de... Ik vind het een heel interessant onderzoek en ik kan me voorstellen... Iets dichterbij. Helemaal klopt ook, maar ik vind... Een onderzoek waarbij je uitgaat van hoe mensen zich voelen, is dat niet ook iets heel lastigs om daarmee harde cijfers, om dat te vertalen in harde cijfers. Dat is met veiligheidsgevoel bijvoorbeeld ook zo, denk ik.
Ja, dat is natuurlijk toch heel subjectief. Tenzij je zegt van ja, ik wil subjectiviteit, moet ook een basis zijn voor beleid. Wat ik me ook wel kan voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat subjectiviteit ook lastig is om onderzoek heel valide te laten zijn. Ja. Jan? Ja, alles heeft zo zijn charme. Ik denk dat je echt, je kunt gaan kijken van in welke wijk bezoeken ze het meest de huisarts. Dan heb je het meer concreet. En je kunt natuurlijk naar het subjectieve juist gaan kijken, wat ook wel belangrijk is. Dat is alle twee belangrijk, denk ik. We hebben nu in dit geval juist gekozen voor dat subjectieve. Het is wel een element, mensen handelen daarnaar. Hoe je je voelt, zo handel je waarschijnlijk. Hè? Mm-hmm. Je hebt ook mensen die hebben niks en die voelen zich ook ongezond, dat bestaat. En je hebt mensen zonder benen en die voelen zich gezond. Het komt ook voor. Dat kunnen we wel zien in onze statistiek, het is heel vreemd. Mensen met een hernia, nee, ik voel me gezond. Dus het kan alle twee. Je zou het ook nog kunnen combineren. Kijk, en dit onderzoek is natuurlijk ook niet een onderzoek wat laat zien per persoon hoe het precies zit. Dat niet. Nee, het is vooral de grote lijnen van hoe is het in de bevolking verdeeld. En inderdaad, je moet niet alleen verdelen naar welvaart. Je ziet daar hele kluwen van omstandigheden die maken hoe mensen leven. Daar gaat het steeds meer om. Wil een samenleving dat zijn mensen tevreden en gelukkig zijn, of wil een samenleving dat we zoveel mogelijk verdienen, zo zou je het ook kunnen zeggen. En hoe je dat onderzoekt, het kan op allerlei manieren. Maar dit is ook niet de enige manier, hoor. Ik wil je een paar vragen stellen, Jan, die te maken hebben met de invloed van deze bevindingen op het beleid. Want ik denk dat het beleid in Nederland van oudsher erop gericht is juist niet in dit soort segregaties te vervallen. CBS is niet een beleidsmakend instelling. Ik weet niet of je uitspraken mag doen over beleid. Maar je kan je toch niet onttrekken aan de indruk dat we wel heel erg steken hebben laten vallen als gezondheid zo nauw met welvaart samenhangt en zo verbonden is aan bepaalde wijken. Ja, zo kun je het zien. Kijk, ik zie het zo dat de mensen handelen, hebben drijfveren en het resultaat daarvan is door niemand gewild. Dat is een toeval. We hebben individuele drijfveren en het resultaat is eigenlijk niemand in de hand. Dus die overheid die moet compenseren daar waar het misgaat. En in zoverre kun je met dit soort gegevens juist zien waar zou het mis kunnen gaan. Dus ja, het is geen advies, maar ieder verstandig mens zal ernaar kijken. The Guardian had laatst een interessant verhaal waaruit blijkt uit onderzoek van de University of California dat steden waar de bewoners bewegen, bijvoorbeeld op de fiets of een sport doen, dat die veel productiever zijn, dat de onroerend goedwaarde van de stad zelfs beter is, dat de kinderen het beter doen op school en dat je, wat was het cijfer, voor elke 13 pond die ze investeren in projecten om het wandelen en het fietsen te bevorderen, dat je voor elke pond die je investeert krijg je 13 pond aan meerwaarde terug van je stad. Dat is toch een hele duidelijke aanbeveling voor de inrichting van de gezonde stad. Ja. Wordt hier tegen gesproken? Ja, dat zal zo zijn. Maar is dat de vraag? Is de vraag. Kijk, wat hier ook doorklinkt is, waar ik nu aan denk. Er is in Nederland natuurlijk ook beleid om niet te roken. Hier mag je niet roken, hier binnen. Dat brengt ook al geld op voor de stad, zou je kunnen zeggen. En het punt is, je kunt wel van alles plannen, maar er zijn mensen die dat met name die informatie opnemen. Dan zijn we die hoogopgeleide en de laagopgeleide niet. Ook in zo'n stad zul je zien dat vooral die hoogopgeleide denken, hé, dat is handig, daar blijf ik gezond, dus ik ga dat maar doen. En die laagopgeleide die zullen denken, nou ja, daar geloof ik niks van, ik blijf gewoon niet bewegen of roken en chips eten, dat kan. Dus hetzelfde probleem zal blijven dat je burgers soms moet verleiden, heet dat eigenlijk, verleiden, hè, door bijvoorbeeld trappen te maken in plaats van liften. Zodat je zegt, nou ja, dan moeten ze wel trappen lopen. Dan zullen ze eerst mopperen misschien, maar het is wel goed voor ze. Heel veel van wat goed voor je is niet zo leuk eigenlijk, hè? Wat zeg je? Heel veel van wat goed voor je is niet zo leuk. Nee, dat zijn we niet meer gewend. Ik zeg wel eens van, als we dan, kijk, je hoeft maar zelf door Albert Heijn te lopen en dan zie je allemaal lekkere dingen. En als je toch een beetje, je moet je altijd beperken in een supermarkt. Meestal ik wel, ik moet me beperken. Dus de kunst van het beperken, dat moeten we leren. Vooral als je boodschappen gaat doen als je honger hebt, hè? Dat is echt iedereen af te raden. Ja, ja, gelukkig. Jij zei dat in de cijfers de hogere kwaliteit van leven in Amsterdam
nog niet terug te zien is. Maar jij verwacht dat dat wel zal verschijnen. Want Amsterdam zat nou ja, eigenlijk toch wel redelijk in het gemiddelde van de vier grote steden in het westen van het land. Ja, maar als je hoort naar alle verhalen over de influx van nieuwe stedelijke gezinnen, hoogopgeleide kenniswerkers, dan denk je, nou, dat zijn die categorieën die dus in onze terminologie een hoge levenskwaliteit hebben. Zijn gezond, zijn jong, hoogopgeleid, hebben een baan. Dan zou je, als dat 10 jaar aan de gang is of zo, dan zou je toch onderhand moeten zien dat die categorie ook sterk vertegenwoordigd is in de stad. Nou, die categorie is nog steeds niet sterk, tenminste niet zo sterk als in het land als geheel. Dus er kan nog best wat bij. Dus dat betekent dat Amsterdam vooral in moet zetten op gentrification? Moeten, niet moeten. Ik denk dat de stad het nodig heeft. Want ik bedoel, in de jaren tot de jaren 90 zat Amsterdam helemaal onderaan in die lijsten, ook qua inkomen en welzijn. En men heeft er toen alles aan gedaan om toch een bevolking in balans te krijgen. Dat is nu aan het gebeuren. En als je naar deze cijfers kijkt, dan is eigenlijk het balansniveau nog niet bereikt. Dus het kan in die zin kan die ontwikkeling nog doorgaan zonder dat je een scheve balans krijgt. Wordt die segregatie niet alleen maar nog sterker dan? Dat kon je in deze cijfers niet zien. Want eigenlijk, je kon het niet zien in zoverre dat ze niet uitgesplitst waren naar buurtniveau. Maar als je kijkt naar koop en sociale huur, dan lijkt het erop dat de segregatie wel sterker wordt. Omdat de sociale huur krimpt, nationaal niveau, koop stijgt. Koop is een selectief publiek. Sociale huur is ook selectief publiek met lagere levenskwaliteit. Dus als je de aantallen woningen beperkt. En bedoel, we krijgen meer ouderen alleenstaanden. Denk nu ook weer aan de vluchtelingen. We hebben ook uitkeringsgerechtigden, allochtonen. Er komen 1 miljoen ouderen alleenstaanden bij. Hoeveel sociale woningbouw is er? En dat moet allemaal dan terecht in die beperkte voorraad. Dan weten we al dat dat plaatje wat ik daar had, wordt niet gunstiger. Zou mijn hypothese zijn, laat ik zo zeggen. Ik weet het niet, maar dat zou mijn hypothese zijn. Ja. Nou, als hoofddemograaf vertrouw ik op jouw intuïtie. Ik vertrouw er ook op. Laatste vraag, Jan. Ik lees dat 1 op de 3 Nederlanders gelukkig en tevreden en zich gezond voelt en welvarend is. Maar ik lees ook dat 22% een gering kwaliteit van leven heeft. Dat vind ik best veel, 22%. Dat gaat toch al heel hard naar een kwart. Dus 1 op de 4 mensen, ja. Ik vind dat veel. Is ook veel. Want Nederland scoort altijd heel hoog in onderzoeken naar levensgeluk. Ja, maar dat is ook weer rekenen, statistiek, gemiddelden, categorieën. Lying with statistics. Nou, lying. Kijk, ik zeg altijd 1,8. Wie heeft ooit 1,8 kind gezien? Niemand, ja. Denk ik. Ja, maar toch is dat het gemiddeld kindertal voor Nederland. Dus wat is liegen met statistics? Het bestaat niet en het bestaat rekenkundig bestaat het wel. Mm-hmm. Nou ben ik van mijn apropos af. Oh ja. Dat, of dat 22%, en dan vraag ik eigenlijk naar jouw persoonlijke mening, of dat niet toch eigenlijk heel veel is in een behoorlijk welvarend land als het onze? Nou ja, als je dit soort dingen ziet, je wilt toch de mensen een beetje gelijke kans hebben. En dat de mensen toch ook, ook al zijn ze misschien niet allemaal even welvarend en niet allemaal gelijk, dat ze misschien in het welzijn wel goed scoren. Dus 22% en weinig geld en weinig welvaart, dat is, 22% is veel. Als je denkt, dat zijn mensen die nog enige hulp nodig hebben en niet helemaal zelfsturend zijn, zoals we soms denken. De overheid gaat soms uit van elke Nederlander is een rationeel denkend wezen en weet het beste wat hij wil. Nou, dat is niet zo. Er zijn analfabeten bij, er zijn geestelijke gehandicapten bij, er zijn mensen met uitkeringen bij, die zijn hun leven lang ziek. Het bestaat allemaal en die vullen ook wel deze categorieën. Mm-hmm. Maar het is veel. Maar dan kom ik terug op die mevrouw, wat ze eerst zei. Kijk, het is een grove benadering. En hoe meer je inzoomt op specifieke klachten, kan dat ook wel een kleinere groep worden. Dit is ook wel een hele grove benadering. Dus het is niet zo dat dan gelijk allemaal zware ellende is. Het hoeft niet. Hè. Het kan verfijnder. Maar die 22% is eigenlijk een reality check voor ons. Ja, en je weet ook niet of het niet vroeger nog veel erger was. Dat zou ook kunnen, want we hebben dit nooit eerder gemeten. Misschien zitten we al in een opgaande lijn. Ja, dit was voor het eerst dat jullie dit hebben gemeten, ja. Maar dit gaat een terugkerend onderzoek worden, hè? Oh, dat weet ik zeker, ja. Nee, maar dat is wel belangrijk om te onthouden. We meten nu een status quo. We weten niet hoe het was.
kunt wel wat vermoeden en je weet niet waar het naartoe gaat. Dus je hebt hier een meting, een soort temperatuurmeting, waarbij ook iedereen kan bedenken, nou ja, daar moeten we niet naartoe of daar moeten we wel naartoe. Kom je over 5 jaar terug in het stadsleven? Graag. Tracy? Dankjewel, Jan Latte. Tracy, ik had nog een vraag vanuit de zaal. Is daar nog ruimte voor? Nee, we hebben iemand in New York op ons nu zitten wachten. Het spijt me. Okay. Jan Latte, dankjewel. Ja. Ik wil graag onze volgende gast aankondigen. Die zit in New York. Ik ben benieuwd of het werkt, maar Zora gaat ons eerst vertellen wie het is. PSST, Tracy, ik zie David niet. Waar is David? Oh, daar komt David. Wat we tegenwoordig toch allemaal met technologie kunt, hé? Hey? David van der Leer dus helemaal vanuit New York. Daar is hij directeur van het Van Aalen Instituut. Zij doen onderzoek naar hoe de stad je verslaafd kan maken en maken daar een app voor om dat te meten. Nu vind ik zorgrobots natuurlijk veel leuker dan apps, maar ik ben toch wel benieuwd. David, waar zijn jullie mee bezig? David, waar zijn jullie mee bezig? Ik zat op jou te wachten, Tracy. David, vertel ons eerst, wat is het Van Aalen Instituut? Ja, nou Tracy, allereerst dank je voor het, het mij hebben in deze uitzending, laten we maar zeggen zo. Wij kennen elkaar al een aantal jaren, maar veel mensen in Nederland die zullen het Van Aalen Instituut niet kennen. Wij zijn een oude instelling, 120 jaar, een ontwerpinstelling, een instituut, een non-profit organisatie. En wij organiseren designcompetities, doen onderzoek en we organiseren publieke programma's. En ja, het is een hartstikke leuke instelling. Deze dagen zijn we voornamelijk geïnvesteerd in het betere begrijpen van hoe we beïnvloed worden door de gebouwde omgeving. Aan de ene kant. En aan de andere kant kijken we eigenlijk continu naar hoe wij een invloed hebben op die omgeving. Zowel de gebouwde als de natuurlijke omgeving. En dat doen we in verschillende projecten. En, ja, je huidige onderzoeksprogramma heet The Ecology of Addiction. Ja, klopt. En dat is ook een samenwerking met het Imperial College in Londen, hè? Ja, we zijn dit project vorig jaar begonnen. Imperial College is een van de beste scholen en universiteiten ter wereld. En zij waren geïnteresseerd in deze invalshoek waar wij al een tijd op zoek naar waren. Beter begrijpen van hoe wij beïnvloed worden door de gebouwde omgeving. Dus zowel op het niveau van het hoofd als op het lichaam. En natuurlijk krijg je heel veel van die leuke, gezellige projecten. En die zijn belangrijk om te doen. Maar we waren eigenlijk op zoek naar een onderwerp wat een beetje een moeilijker onderwerp was. Een onderwerp waar mensen zich een beetje ongemakkelijk bij voelen. En het onderwerp is dat de stad verslaving kan prikkelen, bevorderen. Klopt. En we weten allemaal dat de stad op de een of andere manier invloed op ons handelen heeft. Handelen en doen heeft. Maar er is vrij weinig onderzoek naar zulke extreme gevallen als verslaving bijvoorbeeld. Dus in het geval van verslaving weten we over hoe het werkt op economisch niveau, op sociaal niveau, op politiek niveau. Maar we weten eigenlijk niet veel over hoe ruimte een invloed heeft op verslavingen. En met dit onderzoek hopen we niet alleen meer te weten te komen over hoe verslaving werkt, maar ook met name beter te weten komen of hoe de stad een invloed heeft op ons. Ja. En daartoe zijn jullie een app aan het ontwikkelen, hè? The Urban Mind. Ja, klopt. Het is grappig om dit allemaal in het Nederlands te vertellen, want ik spreek er niet zoveel. Dus het klinkt een beetje... Dat hoor ik. Je accent wordt steeds zwaarder, jongen. Ja, het is vreselijk, hè? Maar goed, ik probeer er wat Rotterdams tussendoor te gooien af en toe. Nee, we hebben inderdaad een app ontwikkeld. En dan denk je van, god, een andere app. Maar in dit geval was het inderdaad een handige manier om aan dit onderzoek te beginnen. En ik moet zeggen, wat wij eigenlijk met al ons werk doen, het is allemaal interdisciplinair werk. En in dit geval werken we samen met een neuroscientist in Londen van King's College. En die heeft een team samengesteld van twee landschapsarchitecten en een kunstenaar. En samen zijn zij aan deze app begonnen. En de reden waarom we een app wilden hebben is omdat mensen veel eerlijker antwoorden geven op vragen als ze die direct gesteld krijgen.
En met een app kunnen wij heel makkelijk vragen, exact op een bepaald moment, als je in een bepaalde omgeving bent, hoe mensen zich voelen, wat ze aan het doen zijn, wat ze net gedaan hebben en wat ze gaan doen. En dat vervolgens aan die locatie verbinden. Als je dit een week later zou doen, dus zeg je gaat naar de dokter en de dokter vraagt hoe vaak je naar de sportschool bent geweest. Ik weet niet hoe dat met jou is, maar ik weet als het mij vraagt, dan zeg ik altijd 5 keer. Maar ik ben meestal dan maar 2 keer geweest. Dus ja, je kunt mensen wat eerlijker bij een project betrekken en betere antwoorden krijgen. En de Urban Mind app is vooral gericht in deze pilotfase op drankgebruik en internetgebruik. Ja, deze eerste fase die Is dat gokverslaving of wat moet ik me daarbij voorstellen? Nee, deze eerste fase die vindt plaats in Londen. En er wordt vrij veel gedronken in Londen, of in Engeland algemeen, maar in Londen specifiek. En er waren vrij veel klachten toen we aan dit project begonnen, dat mensen heel veel bezig zijn met continu maar op hun telefoons kijken, continu maar denken van god, wat gebeurt er in mijn e-mail, op al mijn sociale netwerken enzovoort. En dat was een vraag van, kunnen we daar eens wat beter naar kijken hoe dit steeds meer gedrag begint te invloeden en hoe op zijn eigen niveau dit weer beïnvloed wordt door de gebouwde omgeving. En op welk moment krijgen mensen een prikkel om iets te vertellen aan die app? Ja, gebeurt mensen die... Op het moment dat ze langs een kroeg lopen? Of, Ja, dat zou ideaal zijn. Nee, en dan gaan ze misschien juist naar binnen. Nee, hoe het werkt is dat mensen 7 dagen in het onderzoek zitten. En gedurende die 7 dagen krijgen zij continu pings van de app met vragen. Dus een paar keer per dag. En het interessante is dat het vrij subjectieve vragen zijn. Dus wat zie je, hoe voel je enzovoort. Maar daarnaast zijn we ook met het systeem aan het onderzoeken hoe impulsiviteit werkt. En impulsiviteit wordt heel sterk beïnvloed door de gebouwde omgeving. En impulsiviteit is ook een van de voornaamste drivers voor verslaving. Dus een bepaald onderdeel van deze app en een bepaald onderdeel van de vraagstelling in een soort spelachtige omgeving op die app wordt gefocust op impulsiviteit. En zijn mensen eerlijk tegenover de app? Ja, mensen lijken vrij eerlijk te zijn. Er wordt ook vrij serieus gekeken naar wat voor mensen doen eraan mee. Dus mensen moeten zich inschrijven en werken er echt doorheen voor een half uur om te kijken, nou, is het een goede klant om zo te zeggen om mee te doen. En het lijkt dat mensen inderdaad vrij eerlijk zijn. Maar goed, we zitten nu in het midden van het testen. En we hopen dat we tegen het einde van november test hebben afgerond. En dat ging om een, ik geloof dat je zei, 200 mensen die aan de eerste fase meedoen? Ja, die hebben zover al meegedaan, maar er moeten er nog een paar honderd meer in om degelijk resultaat te kunnen analyseren. En dat gaan we tegen het einde van november doen. Houden mensen het vol? Ja, nee, het is makkelijk bedoeld, het is 7 dagen. En het zijn een aantal vragen die je beantwoordt op een dag. En het zijn mensen die ook geïnteresseerd zijn in dat onderwerp. Dus ze doen vrij makkelijk mee. Ik ben ontzettend benieuwd. Straks heb je de uitkomst. Je gaat misschien door met dit project, met de app. Misschien over een groot deel van de bevolking uitrollen. Maar wat leer je dan over hoe we de stad anders moeten inrichten om verslaving niet te stimuleren, maar juist te temmen? Ja. Nou, wij hebben het gevoel dat bepaalde stedelijke omgevingen bepaalde verslavingen inspelen of aansturen. En misschien een heel makkelijk en wellicht zelfs te eenvoudig voorbeeld is dat ik denk dat we allemaal andere mensen zijn in andere steden. Dus ik heb lang in Rotterdam gewoond. Ik was daar een andere persoon dan dat ik hier ben. En ik heb een tijd in Mumbai doorgebracht. En ook daar ben je een andere persoon. Dus waar we echt naar op zoek zijn, is beter begrijpen van wat is een ideale omgeving voor een bepaalde stad. En wat we met dit project willen gaan doen is dat het uiteindelijk niet alleen de onderzoeksresultaten zijn, maar dat we gaan samenwerken met steden en hun advies kunnen geven over van, nou ja, god, misschien moeten dingen zo worden vormgegeven of misschien moeten dingen zo worden georganiseerd op stedelijk niveau. Dus er zijn een aantal steden in de VS waar we nu mee in gesprek zijn die geïnteresseerd zijn om hier meer over te leren en wellicht onderdeel willen worden van het project. En komen de resultaten op een gegeven moment online? Kunnen we het straks eind november zien?
Ja, je gaat het straks inderdaad rond die tijd zien. Wellicht net iets daarna, want als we het allemaal, als we de resultaten bij elkaar moeten, een goede analyse doen natuurlijk. Maar het zal een goed overview zijn en ik zou het jullie graag laten zien. En op welke site is dat? Op de site van het Van Allen zelf? Ja, als je naar vanalleninstitute.org gaat en dan zit er een hele sectie over ecologies of addiction. En het is leuk om er meer over te lezen daar. En straks zit er nog veel meer op. Ik ben heel benieuwd, vooral voor wat de stad moet doen om verslaving een bijdrage te leveren aan het temmen van verslavingen. David van der Leer, dankjewel voor dit gesprek vanuit New York. Gezellig, Tracy, dank je. Nu is het weer de beurt aan Zora. Want zij gaat Cor Wagenaar aankondigen, hoop ik. Zora, heb je er zin in? Wagenaar heeft een beetje een moeilijke titel. Hij is bijzonder hoogleraar ruimte en gezondheid aan de Universiteit van Groningen. Hij heeft me uitgelegd dat dat betekent dat hij onderzoekt welke invloed de stad en architectuur in de stad op je gezondheid hebben. Daar moet je wel slim voor zijn, denken jullie niet? Op de Stadsleven-website schreef Cor al dat het leven in een stad veel gezonder voor je is dan je denkt. Dit is ook weer slim bedacht. Hier komt dus de superslimme Cor Wagenaar. Dankjewel, Zora. Hey, de superslimme Cor Wagenaar. Eind. En ik zal proberen je niet al te zeer teleur te stellen. Heel ingewikkeld woord. Goed bezig. Dat proberen we altijd. Laat ik dan beginnen met dit schitterende plaatje. Dit schitterende plaatje. Wat is dit? Dit is het eerste ziekenhuis dat probeert bij te dragen aan de gezondheid van mensen. Daarvoor hadden ziekenhuizen helemaal die functie niet. Het waren armenhuizen voor arme paupers. En dat was alles wat ze deden. Dit ziet eruit als een radiator en dat is ook precies wat het is. Dit ding, deze radiator, dit ziekenhuis, dat probeert bij te dragen aan de gezondheid van arme paupers, arme zieke paupers, door architectuur, door ze te voorzien van verse lucht. En dat is ook het geval bij het model, het alternatieve model wat je daar rechtsonder ziet. Dat is een paviljoenziekenhuis en daarvan hebben we honderden gebouwd in de loop van de eeuwen. Vanaf de 18e eeuw tot het begin van de 20e eeuw hebben we die dingen gemaakt. Hier zitten natuurlijk weer artsen in. Ziekenhuizen zonder artsen zijn eigenlijk ondenkbaar. Maar de artsenij speelt hier eigenlijk bij het genezen geen enkele rol. Die speelt daar eigenlijk geen enkele rol. Het gaat om architectuur. Dit gebouw probeert te genezen door architectuur. Ik moet even goed op het knopje drukken. Ja, daar zijn we. Artsenij bestond natuurlijk al wel. Artsenij heeft een hele lange traditie. Het werkte ook wel een beetje. Het werkte met dieet, het werkte met allerlei kruiden. Het werkte ook met aderlating. En ook dat schijnt niet zo heel erg slecht te zijn. Dus het was er wel. Maar voor al die dingen had het helemaal geen ziekenhuizen nodig. En als je geen ziekenhuis nodig had, als je ziek was en je kon je een arts veroorloven, dan zocht de arts je gewoon thuis op. Nou, dan in de 19e eeuw dan is er een enorme stormachtige uitbreiding van het repertoire van de medische sector. Dat begint met de chirurgie rond 1840. Dat is ook de eerste ziekenhuisgebonden therapie eigenlijk geweest, de chirurgie. Dan komt de vaccinatie, dat speelt zich af in laboratoria buiten het ziekenhuis. En dan de techniek die ook ziekenhuisgebonden is. En dat is eigenlijk pas heel laat, helemaal aan het eind van de 19e eeuw. Dus er is een enorme uitbreiding van het repertoire. Maar toch, verreweg het grootste effect op de volksgezondheid, en daar hebben we het over, die zit niet in de ziekenhuizen. Die zit ergens anders. Die zit in de preventie. En daarbij speelt architectuur en stedenbouw een grote rol. Denk aan de riolering, aan de waterleiding en ook aan de volkshuisvesting. Dus de grootste vooruitgang in de volksgezondheid die heeft te maken met waterleiding, met riolering. En een stad zonder putdeksels is een stad waar je niet kunt wonen. Zo simpel is dat. Het betekent dus eigenlijk ook dat er twee lijnen zijn. Ik ga nu te snel, even terug. Twee lijnen die bijdragen aan de volksgezondheid. De eerste, ik noem dat crisismanagement. Dat is wanneer het eigenlijk al te laat is. Dan gaan we naar het ziekenhuis of naar de psychiatrische inrichting of waar ook maar heen. En de andere, die is manipulatie van de omgeving als een van de onderdelen van een preventiebeleid. Een op preventie gericht beleid. Nou, wat betekent dat dan? Even kijken of we vooruit kunnen. Dat betekent dat een ziekenhuis natuurlijk wel een hele belangrijke instelling is, maar dat het belang van ziekenhuizen toch redelijk relatief is. Dat moet je eigenlijk wel een beetje onder ogen zien.
Toch ga ik het nu verder hebben over die ziekenhuizen. En ik laat dan zien dat het ziekenhuislandschap in de komende 10, 20 jaar volkomen gaat veranderen. Daar gaat echt een soort revolutie plaatsvinden. Die is al aan de gang en die gaat gewoon rustig door. Ik laat dat zien door een aantal trends te belichten. En een van de trends is dat het zwaartepunt verhuist naar de end user. Dat is een algemene tendens in de hele economie. En die komt eigenlijk als laatste pas in de gezondheidszorg aan zijn trekken. Die end user, wie zijn dat dan? Dat zijn wij allemaal zoals we hier zitten. Wij zijn allemaal de end-user en daar is dan ook een aantal probleempjes mee verbonden. Want als wij die rol goed willen spelen, dan moeten wij ons indenken dat wij allemaal, heel weinig uitzonderingen daar gelaten, ooit patiënt zijn. En wij gaan ons daar pas in verdiepen als het al te laat is. Dat is dus nog wel een klein dingetje. En er is nog een dingetje en dat is dat wij die rol eigenlijk alleen maar kunnen spelen als er volledige transparantie is. Als we weten welke arts goed is en welke arts niet zo goed, welk ziekenhuis goede performance heeft, welke ziekenhuizen dat niet hebben. En transparantie is iets waar de medische industrie eigenlijk een broertje dood aan heeft. Dus het is heel erg lastig om dat voor elkaar te krijgen. Toch zal dit wel gebeuren. En het gebeurt zelfs als wij het niet zouden willen. Het heeft economische motieven, het heeft technologische motieven, het heeft politieke motieven. En het gaat dus gebeuren. En ooit als laatste sector zal de gezondheidszorg ook gericht zijn op de end-user. Maar voorlopig is de end-user nog de zwakke partij. En voorlopig worden ziekenhuizen ook nog heel erg vaak gebouwd vanuit het perspectief van de artsen. De eerste trend is dus verschuiving naar de end-user. De tweede trend... Laten we even doorschakelen. De tweede trend is een herdistributie van het hele zorglandschap. De middelste laag, de kleinere algemene ziekenhuizen, die vallen eruit. Die zijn eigenlijk ook levensgevaarlijk. Daar moet je echt niet zijn. Het Amerikaanse gezondheidsministerie die heeft onderzoek gedaan naar transparantie. En die vonden transparantie, dat was wel heel erg belangrijk. Maar ze zeiden er wel meteen bij, stel dat het alles heel erg transparant gaat worden... dan moeten heel veel ziekenhuisjes vrezen voor hun leven. En het zijn dan met name die kleine ziekenhuisjes die denken dat ze alles kunnen en die ook alles doen, maar in heel veel dingen gewoon heel erg slecht zijn. Het nieuwe zorglandschap dat bestaat uit hypergespecialiseerde instituten. Ik heb hier een paar opgezond. St. Guy's in Londen en een prachtig instituut Imagine van Nouvel in Parijs. Dat is het ene uiteinde. En het andere uiteinde, dat zijn kleine kliniekjes. Dat zijn buurtziekenhuizen die alleen maar dingen doen die absoluut niet riskant zijn. Zodra het riskant wordt, moet je naar een ander ziekenhuis. En het zijn kleine klinieken die ondersteuning bieden. En niet veel anders dan ondersteuning. Ik heb er twee laten zien uit Denemarken. Dat is de tweede tendens. De derde tendens is dat zorg anders georganiseerd moet gaan worden. Als je ziek wordt, dan ga je niet meestal meteen naar het ziekenhuis. Je gaat eerst naar de huisarts, dan ga je naar een farmacie, een apotheek, dan ga je weer ergens anders heen. Je gaat naar een heleboel stapjes en het probleem is dat de coördinatie tussen die stappen vaak heel erg slecht is. En dat is zeker het geval bij het papieren patiëntendossier, dan weet je bijna wel zeker dat er van alles nog wat fout gaat. Maar zelfs bij het elektronische dossier zijn we erachter gekomen dat artsen heel vaak het dossier nauwelijks lezen, want daar hebben ze helemaal geen tijd voor. Er gaat dus van alles nog wat mis en het Nederlandse Inspectoraat voor Gezondheidszorg heeft dat ook gezien. Er vallen gewoon heel veel, er overlijden veel mensen in ziekenhuizen doordat die coördinatie niet op orde is. En dus proberen we dat nu te reorganiseren door uit te gaan van zorgpaden. En de enige consequente, constante factor in een zorgpad is de patiënt zelf. Dus de bedoeling is dat de patiënt veel meer controle krijgt over zijn eigen zorgpad. En daar zijn allemaal elektronische middelen voor ontwikkeld. Die zijn er gewoon. Maar ook hier duurt het nog even voor het echt doorbreekt. Maar dat het doorbreekt, dat staat wel vast. Daar kunnen we rustig van uitgaan. Een andere tendens, ik moet soms even kijken waar ik blijf, dat is het in elkaar schrijven van die twee lijnen. Nou, de twee lijnen, crisismanagement en preventie, en die gaan voor een deel in elkaar schuiven. En die kleine kliniekjes die in de stad zitten, die gaan een rol spelen bij het bevorderen van preventie en bij het ondersteunen van mensen die ziek zijn. Dat is dus ook een heel belangrijke ontwikkeling. En een andere ontwikkeling in de ziekenhuizen, dat is het brengen van de zorg zoveel mogelijk naar het bed. Zoveel mogelijk bedside care. Bedside care heet dat. Dat is heel erg belangrijk. En wat je hier rechts ziet, dat is een ziekenhuis, dat is het ziekenhuis van Foster. In Londen, en dat zijn eigenlijk drie gestapelde kankerkliniekjes, en die hebben alles wat nodig is om behandeling te bieden. Dus ze hebben een OK-departement, operatiekamers hebben ze, imaging hebben ze hebben alles wat nodig is. In een klassieke layout van een ziekenhuis heb je vaak maar één operatiedepartement, en als je ziek wordt, en waar je ook zit in het ziekenhuis, dan moet je daar naartoe vervoerd worden. In deze ziekenhuisjes is het allemaal altijd heel dichtbij. Dat is iets trouwens wat we alleen maar doen bij hele chique, highbrow ziekenhuizen. Dan een trend waar iedereen
vast van gehoord heeft, dat is het evidence-based design. En dat is eigenlijk de terugkeer van het idee dat architectuur gezondheid beïnvloedt. Maar nu gaat het een beetje anders dan vroeger. Nu gaat het om de manier waarop mensen hun omgeving ervaren. Het is dus veel meer psychologisch van aard. Roger Ulrich is daarmee begonnen in 1984 met een baanbrekend onderzoek. Patiënten die uitkijken vanuit de patiëntenkamer naar natuur, die zijn sneller beter dan patiënten die uitkijken op een blinde muur. Bovendien zijn ze veel tevredener, dus daarmee was bewezen dat de omgeving een effect heeft op meetbare effecten. Subjectieve ervaringen hebben een meetbaar effect op objectieve uitkomsten. Nou, er is intussen een lawine aan onderzoek gedaan. Dit is Uitzicht op Groen. Het gaat ook over geluidsoverlast in ziekenhuizen. Ziekenhuizen zijn vaak enorm lawaaiige machines. Het gaat om privacy, het gaat om wayfinding, het gaat om een heleboel dingen. En daar is echt ongelooflijk veel literatuur over beschikbaar. Dus terugkeer van het idee dat architectuur er werkelijk toe doet. En dan laat ik, en Tracy heeft gezegd dat ik niet zo heel veel tijd heb, dus ga ik nu door met een aantal trends te laten zien. Ik heb namelijk duizenden slides en maar 10 minuten. Een aantal trends die voor een deel gebaseerd zijn op evidence-based design en voor een deel ook gewoon op common sense. En bijna elk ziekenhuis dat nu gebouwd wordt, heeft groen. Besteedt heel veel aandacht aan groen. Dat is onder andere het geval met het Maggie Center van Oma, Koolhaas in Glasgow. Daar staat een tuin in. Het ding staat ook in een tuin. En dat groen, dat is heel erg belangrijk. En dat is een trend die we overal zien. Groen is niet alleen om naar te kijken. Groen is ook, even eentje verder, groen is ook om te bewegen. Er wordt bijna geen Amerikaans kinderziekenhuis gebouwd zonder dat er een speeltuin bij is. Die speeltuin heeft een doel. Die speeltuin heeft het doel om kinderen te leren spelen. Als een Amerikaans kind een wipkip ziet, dan vraagt het waar is de afstandsbediening, want die heeft geen idee hoe dat moet, wat je daarmee moet doen. Er worden dus cursussen gegeven voor ouders en kinderen, hoe ga ik bewegen? En dat is om te voorkomen dat we uiteindelijk alleen nog maar van die mannetjes hebben als wat ik daar rechtsboven heb gezet, die de hele tijd bij de McDonald's zitten, of achter de iPad, of achter de computer. En dat is een recipe voor catastrophe. We weten zeker dat dat een zeer negatief effect heeft op hun gezondheid op latere leeftijd. Een andere trend, dat is de trend naar daglicht. Daglicht is heel erg belangrijk geworden in de ziekenhuisbouw. Hier zie je een ziekenhuis van Roberto Meijer, net opgeleverd in Den Haag. En dat heeft zo'n schitterende hele grote lichthof, zodat er overal daglicht is. En daglicht, dat vinden we nu eigenlijk nodig in alle afdelingen, bijvoorbeeld ook in de intensive care unit. Intensive care unit, menige intensive care unit, voldoet aan de United Nations definitie voor torture, voor marteling. Altijd heel veel licht, dag en nacht. Geen enkel zicht op dag- en nachtritmes. En altijd heel veel lawaai. Nou, als je daar daglicht inbrengt, heb je al iets gedaan. Als je iets aan het geluid doet, heb je al iets gedaan. En als je dan ook nog family-centered care doet, ervoor zorgt dat ook de familieleden daarbij kunnen zijn, dan heb je al een grote stap gemaakt. Maar daglicht is dus heel erg belangrijk, ook in strikt medische afdelingen zoals operatiekamers. De meeste operatiekamers die nu gebouwd worden, die hebben daglicht. Zoals dit ziekenhuisje van wie is het ook alweer? Van Foster, Circle Bath in Bath. En dat staat ook in een schitterende groene omgeving. Een andere trend is de trend naar eenpersoonskamers. Eenpersoonskamers, minder medische fouten, minder risico op infecties. Als het bezoekuur is, geen last van het bezoek van al die andere mensen die ook in die kamer liggen. Dus dat is allemaal heel erg belangrijk. En het is ook een voorwaarde voor bedside care. Als je grotere kamers maakt, dan kun je veel meer zorg naar het bed, naar de bedkamer overbrengen. Dit is een trend die eigenlijk niet meer is te stuiten. Er wordt wel gezegd, sommige mensen willen zo graag in een vierbedskamer liggen. Het is dan ook heel verstandig om die kamers wel te hebben, zodat er in ieder geval keuze is. Maar in principe is de eenbedskamer de kamer van de toekomst. En dit is natuurlijk helemaal een perfect voorbeeld van een ziekenhuisje in the middle of nowhere tussen allerlei dorpen in Zwitserland. Heeft ook nog prachtig uitzicht op de natuur. Publieke ruimtes als een bijdrage aan sociale ondersteuning. Hier een ziekenhuis, niet zo lang opgeleverd, vorig jaar dacht ik, misschien het jaar daarvoor, het Meander ziekenhuis. En dat heeft een hele partij openbare ruimtes waar mensen zich kunnen mengen met andere mensen, waar sociale contacten zijn en waar ook gezorgd is, dat is trouwens in het hele ziekenhuis het geval, voor uitzicht op de natuur. Eentje verder. Ik richt waarschijnlijk niet goed, want ik wil nu niet twee verder, maar één verder, naar dit ziekenhuisje. En dat is een klein ziekenhuisje van de firma Intersitio.
Die hebben drie eigenlijk identieke buurtziekenhuisjes gemaakt. Alleen de materialisatie van die drie is anders. Het zijn hele mooie abstracte sculptuurtjes. En dit is een voorbeeld van een trend om kleine ziekenhuisjes echt midden in de woonwijken te leggen. Er is heel lang een trend geweest om ziekenhuizen zo ver mogelijk van het wonen weg te brengen en naar snelwegen te brengen. Er was toen echt het idee dat de auto het enige vervoermiddel was dat zou overblijven. Nu is het idee dat eigenlijk je die zorg die je kunt dichtbij brengen, dat je dat ook doet. En dit is een prachtig ziekenhuisje van die firma Intersitio. Althans, ik vind het hele fraaie architectuur. Ik heb er natuurlijk honderden foto's van, die kan ik niet laten zien. Wat ik wel kan laten zien is dit. Dat is een andere trend en dat is een trend richting wellness. En dit is een kliniek in Seoul, in Zuid-Korea. Dit is niet een kliniek voor Jan en Alleman. Dit is wel een dure instelling voor mensen die denken dat ze oud worden op een of andere manier wel kunnen tegengaan. Er worden allemaal merkwaardige therapieën daar uitgevoerd. Maar dat gebeurt in een hele fraaie, wellnessachtige omgeving. Allemaal natuurlijke materialen, allemaal gedesignde meubels, allemaal top of the bill. En dan de laatste trend, en dan zou ik zelfs misschien binnen de 10 minuten kunnen zijn gebleven. Tracy zegt nee, dan moet ik even gas maken voor de laatste trend. En dat is dat de architectuur van het ziekenhuis is teruggekeerd in de avant-garde. Daar was het vroeger ook onderdeel van. Het is er een jaar of 50 uit geweest toen we alleen nog maar machines maakten. Nu is architectuur terug in de avant-garde. En dat uitzicht onder andere in de influx van allerlei star architects in de ziekenhuisarchitectuur. Dit is een bedrijf Nord. Dat maakt het hele mooie dat kankercentrumpje in Kopenhagen. Dit is iets wat mensen vast wel een keer gezien hebben. Dit is een brain clinic van Gary. Het is een behoorlijk merkwaardig gebouw. Als je dit ziet, dan denk je dat er iets met je brain is. Maar de bedoeling is dat je daar geholpen gaat worden. En die openbare ruimtes zijn natuurlijk ook heel bizar gevormd. Maar Gary is wel een superstar architect. En hij is heel dedicated op dit soort dingen. Dus als je hem uitnodigt om erover te komen praten, dan komt hij ook echt, want dit ligt hem aan het hart. Ziekenhuis. Die ziekenhuizen zijn weer terug in de avant-garde en dat laat ik als laatste plaatje zien met dit ding van Nouvel, Jean Nouvel, een Franse star architect. Die heeft het Instituut Imagine gemaakt in Parijs. Daar wordt DNA-onderzoek gedaan en het hele gebouw heeft gevels waar DNA-strips als decoratie zijn aangebracht. Er valt nog heel veel meer over te vertellen, maar dat zal ik jullie moeten besparen, helaas. Want hierbij ben ik gekomen aan het einde van dit praatje. Dankjewel. En komen we eventjes hier staan. Ik ga reclame voor je maken. Dit architectuur voor de gezondheidszorg in Nederland. Ik kan het bijna niet met één hand vasthouden. Je moet niet zulke zware boeken schrijven, joh. Dit was je eerste boek over de gezondheidszorgarchitectuur, hè? Maar je bent nu met je derde bezig. De eerste is in 1999 uitgekomen. Die ging over ziekenhuizen. Daar was ik nog bij betrokken als redacteur. De tweede is door mijn echtgenote gemaakt, over psychiatrische ziekenhuizen. Toen hebben we samen eentje gedaan, dat was een experiment, om dat samen te doen, over ouderenhuisvesting en zorg en huisvesting voor ouderen. Dit is een samenvatting van die drie boeken en een upgrade van de dingen die toen op dat moment het oudste waren. En nu zijn we weer bezig met een boek over nieuwste trends in ziekenhuizen. En ja, daar gaat mijn vraag over. Je hebt overtuigend aangetoond dat architectuur voor de gezondheidszorg lange tijd volstrekt niet interessant was voor architecten. Nee. Nu zijn ze er allemaal opgesprongen. Wat is er veranderd? Nou, een van de dingen die verandert is dat de rol, de waarde van de architectuur als een positieve, autonome bijdrage aan de functie van het ziekenhuis weer is erkend. Daar zullen architecten blij mee zijn. Die zijn daar zeker blij mee. En dat geeft hun natuurlijk ook een grotere, een belangrijkere rol. Het klassieke ziekenhuis van de jaren 50, dat stond nog in het teken van wat heet de Cartesiaanse dichotomie. Dat is ongelooflijk ingewikkeld. Dat is goed ook voor die Zora hierachter, denk ik. Dat houdt in dat dat is eigenlijk het geloof of het idee of de filosofie dat lichaam en geest volkomen gescheiden werelden zijn. En dat dus persoonlijke ervaringen van mensen niets zeggen over hun welzijn en hun gezondheid. Natuurlijk, op een gegeven moment werd de psychologie een ding, de stress werd een ding. Toch is het ziekenhuis heel lang een machine gebleven. Dat werd eigenlijk min of meer ontkend. Dat is
ja, dat is gevallen, dat dogma is gevallen. Nog niet helemaal. Als je in de New York Times leest, dan zie je soms in die gezondheidscolumn nog wel eens mensen die dat nog steeds gewoon glashard ontkennen. Maar dat is nu een hele kleine minderheid geworden. Dus dat betekent dat er veel meer ruimte is voor subjectieve beleving van mensen. En daarbij speelt architectuur ook een rol. Een andere belangrijke tendens is eigenlijk de omschakeling van een aanbodgericht sturingsmechanisme naar vraaggericht sturingsmechanisme. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar als je ziekenhuizen bouwt en je moet werven voor je klanten, dan moet je ervoor zorgen dat je ze iets te bieden hebt. En vroeger was dat niet nodig. Als je ziek werd, ging je gewoon naar een ziekenhuis. Je had ook geen enkele keuze. Is allemaal totaal veranderd. Terwijl we nog steeds vinden dat we veel te weinig keuze hebben in de gezondheidszorg. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Dat is ook zeker waar, maar dat is een slechte zaak. Ja. Maar dat verklaart dus de herwaardering van de architectuur als onderdeel van de genezing. Ja. Ja. Nou, verheugende ontwikkeling. Wanneer komt het nieuwe boek uit? Begin volgend jaar. Zeker. Ik verheug me. Dank je. Cor Wagenaar. Nu is het tijd voor een elke maand terugkerend onderdeel van onze programmering. En ik ga Zora vragen wat dat is. Of is het deze keer Alice, Johan? Zora? Romy Albers ken ik van de video's van het YouTube-kanaal van Staatsleven. Hij is hier al vaak te gast geweest. Hij laat altijd leuke fragmenten uit de archieven van het AI Museum zien. Ik ben zijn grootste fan. Ik ben zijn grootste fan. En die archieven van AI niet super groot. Ik ben benieuwd wat je vandaag voor ons hebt meegenomen. Hier komt Romy. Tada! Nou, je bent hier heel vaak geweest, Romy, maar je bent nog nooit zo aangekondigd. Nee, dank je. Oké. Goed. We hebben vandaag een kort reclamefilmpje uit 1937. Gezondheid bovenal, het staat er al. Een kort filmpje waarin de relatie wordt gelegd tussen gezondheid en passieve en actieve sportbeoefening en wat daarvoor nodig is. Het is een reclamefilmpje en het laat eigenlijk zien dat in de loop der jaren het idee over gezondheid nog wel kan verschillen. Zoals je aan het einde zult zien is het een totaal ander idee van waarom de hoofdpersoon in deze film zo gezond is. Het is een reclamefilm en zoals de meeste goede reclamefilms vertelt die kort en bondig zijn boodschap. Daar heb ik niet zo gek van aan toe te voegen. Wel wil ik iets vertellen over de hoofdpersoon uit deze film. Dat is misschien wel een van de eerste BN'ers. Iemand die bekend is geworden door zijn rol in de media. De naam is Han Hollander. En Han Hollander werkte op de sportredactie van de Telegraaf. En is in 1928 door Willem Voogd, die hij nog kende uit zijn diensttijd. En die Willem Voogd was intussen directeur van de AVRO geworden. Gevraagd of hij sportwedstrijden, voetbalwedstrijden wilde verslaan voor de AVRO Radio. Hij is daarmee begonnen in 1928 aan de vooravond van de Olympische Spelen. En het ging in die tijd heel goed met het Nederlands voetbal. Vooral begin jaren 30. 34 dacht heel Nederland dat we wereldkampioen zouden worden. We gingen naar het wereldkampioenschap in Italië. Beroemde Hup Holland Hup, dateert uit die tijd. We lagen in de eerste ronde uit. Doet er niet toe. Han Hollander werd beroemd, werd heel beroemd. En dat leidde ertoe dat hij ook gevraagd werd voor allerlei snabbels of andere dingen. En een van die dingen die hij deed naast het commentaar leveren op de radio bij voetbalwedstrijden, was deze reclamefilm. Hij duurt 3 minuten, 1937. En thans, dames en heren, zijn we genaderd tot het hoogtepunt van het zwemprogramma. Het belooft een spannende strijd te worden. Reeds staan de deelnemers gereed voor de start. Klaar? Daar gaan ze. Oh, een prachtige race. Op 60 meter liggen de deelnemers nog alle gelijk. En oh, wat een eindspurt. Kijk, in de rechterbaan ligt onze favoriet met zijn krachtige, soepele slag nu iets voor. En zowaar, hij tikte die eerst aan. Bravo. Een schitterende overwinning na een strijd vol van gratie en kracht. Hier zijn weer een paar andere voorbeelden in actie voor onze meest populaire sport, voetbal. Kijk hoe hun handige staaltjes van techniek gepaard gaan met fysieke kracht. Het wachten is nu alleen nog op het allesbeslissende doelpunt. En wat is dat? Hoepla! Daar krijgt de middenvoer een schitterende schroepaas. Prachtig passeert hij de verdediging. Een meesterlijk schot. Onhoudbaar goal. Een prachtdoelpunt. Zie daar dan, dames en heren, het bewijs in beeld dat sport vreugde schenkt
en het lichaam staal. We kunnen niet allen kampioen zijn, maar wel kunnen we allen, ook voor onszelf, een goede gezondheid waarderen. Gezondheid die ons leven veraangenaamt. En let nu in dat verband eens op de toeschouwers. Voor menigeen is de actieve sporttijd reeds lang voorbij, maar hun gezondheid straalt u tegen. Daar besteden ze als verstandige mensen trouwens de nodige zorg aan. Zelfs bij de keuze van hun sigaret. Want wat roken ze? Kijk, dat doosje daar zegt het al. Natuurlijk Chiefwhip. Zelfs onze Nederlandse wielrenkampioen Arie van Vliet. Laten we u nu voorstellen, Mr. Chiefwhip, de man die overal herkend wordt als het symbool van de sigaret die, zoals u alle weet, de beste sigaret voor uw gezondheid is. Namelijk Chiefwhip. Ha, Mr. Hollander, ik zie dat u, evenals zoveel anderen, van Chiefwhip geniet. Dames en heren, onthoud dit. Rook de beste sigaret voor uw gezondheid. Chiefwhip. 10 voor 17,5 cent. Gezicht, hè? Jaap Seidel, wil je bij me komen op het bankje? Dit is eigenlijk heel slecht, hè? Ja, maar het duurt niet lang. En ik ga Zora vragen het volk te vertellen wie jij bent. Zora, wie is dit? Robots kunnen niet te dik worden. Helaas kunnen we ook geen ijs of chips eten. Dat is minder fijn. Onze volgende spreker Jaap Seidel onderzoekt als hoogleraar obesitas waarom steeds meer mensen te dik worden. In sommige buurten in Amsterdam zijn er meer dikke kinderen dan andere buurten. Waarom is dat zo? Jaap is ook de oprichter van een nieuw instituut, het Servatie Instituut. Waarmee hij samen met de gemeente onderzoeksinstellingen en bedrijven obesitas gaat bestrijden. Hier komt Jaap, de superheld tegen obesitas. Goed beginnen. Ja hoor, prima. Pak een microfoon, Jaap. Ja. Oh, ja. Kom een beetje dichterbij, joh. Je zit zo ver weg. Ik dacht dat je naast me ging zitten. Universiteitshoogleraar aan de VU, voeding en gezondheid, columnist in het Parool en het FD, lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van de Wetenschappen, adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie en van het ministerie van VWS, onderzoeker in internationale projecten en ook nog oprichter van het Sarfati Instituut. Ja, niet allemaal tegelijk. Zo. Nee. Ik ga niet vragen hoe je dat doet, want dan is het antwoord veel te lang. Ik ga meteen vragen, wat gaat het Sarfati Instituut nu daadwerkelijk doen? Het is een samenwerking van wetenschap, bedrijfsleven en gemeentelijke overheid. Om te wat? Nou, wij gaan naar de stad kijken als omgeving waarin mensen ongezond zijn. Vooral kinderen ongezond zijn. Want we hebben het net gehoord over de architectuur. Dat jongetje in het verhaal van Cor, hè? Ja, ook. Wat je natuurlijk ziet, die Ecology of Food of Addiction hoort daar ook een beetje bij. Hoe maakt de omgeving ons eigenlijk al ziek op jonge leeftijd? Want dat zie je eigenlijk ook in die ziekenhuiswereld natuurlijk niet terug. Daar kom je steeds later op steeds latere leeftijd hopelijk terecht. Maar we zien al heel veel ongezondheid in verschillende wijken die te maken heeft met de omgeving. De voedselomgeving met name. Hey, ik ben toevallig weer gefietst van het Centraal Station via de Dam en dan naar de Leidsestraat enzovoort. Het is één grote voedselomgeving. Vol met voedselverleidingen. Vies voedsel. Vies voedsel, maar wel, maar ook wel verleidelijk voedsel. Het zijn verleidingen. Vet en zoet. Vet en zoet. En het is lekker warm en het ruikt lekker. En als je honger hebt en je komt om 6 uur met de fiets aanzetten, dan is het best wel lastig. En wat je ziet is ook dat die impulsiviteit, waar Ecology of Addiction het ook al over had, dat speelt bij voedsel ook heel erg een rol. En je kunt nog 20 van die tentjes voorbij lopen. En de 21ste, als je honger hebt enzovoort. Je had het ook al over met een lege maag in de supermarkt. Maar tegenwoordig lopen mensen met een lege maag door de stad. En de stad is ook vol met voedselaanbod. En het is bijna allemaal het soort van voedsel wat je liever niet eet. Maar waarbij je ongemerkt eigenlijk toch steeds te veel eet.
We maken op een dag zo'n 200 nog wat voedselbeslissingen. 90% daarvan zijn onbewust. 200? Ja. Wat je eet, wanneer, hoeveel, en of je iets niet eet, of je iets voorbij loopt en terwijl het aangeboden wordt. Dat zijn heel veel van die beslissingen. De meeste mensen hebben geen idee dat ze er zoveel maken. Maar de meeste gebeuren ook onbewust. Dus je eet eigenlijk op een mindless eating, zeggen ze in het Engels altijd mooi. Gedachteloos eten, dat is eigenlijk wat we voornamelijk doen. En dat zie je al bij kinderen en daar speelt de omgeving een belangrijke rol bij. En daar, nou kom ik bij het Savati Instituut. Dat wil eigenlijk naar de stad kijken als een ongezond makende of juist een gezond makende omgeving als het gaat om leefstijl. En want groen, dat leidt natuurlijk tot meer bewegen enzovoorts, maar alleen als het veilig groen is. En een gezonde voedselomgeving leidt tot betere keuzes, maar dan moet het wel aantrekkelijk zijn. Dan moet het lekker zijn, gemakkelijk, niet te duur enzovoorts. En we proberen dus ook in de stad dat in kaart te brengen. En daarmee ook te verklaren waarom er zulke enorme verschillen bestaan tussen stadsdelen in het aantal kinderen wat te zwaar is. Je hebt wijken waar ruim 30% van de kinderen te zwaar is en wijken waar het veel minder dan 10% is. Die liggen naast elkaar. Dus dat ondersteunt wat Jan Latten vertelde over het CBS-onderzoek, dat gezondheid gelijk staat aan postcode. Dat is ook de strekking van een mooie blog die je voor onze site hebt geschreven, die dus ook na te lezen is. Dan kom je al snel aan beleid en daarom is de gemeente ook bij het Servatie Instituut betrokken. Ja. Het gaat uiteindelijk om het creëren van een gezonder makende omgeving. Juist bij kinderen en bevolkingsgroepen die in wijken wonen waar de ongezonde keuze echt best wel moeilijk is. Als je in een wijk woont waar veel criminaliteit is, veel verkeer, weinig speelplekken, veel ongezond voedselaanbod, dan wordt het als ouder of als kind heel erg lastig om nog die gezonde keuze te maken. En dat kun je dus op een, dat kan je met beleid natuurlijk stimuleren. Jij noemt obesitas de cholera van deze tijd. Ja. En je zegt het is geen welvaartsziekte zoals we zo vaak horen, maar juist een armoedeziekte. Ja, dat klopt eigenlijk ook. Want je ziet in ons soort van samenleving, dus in het rijke Westen zou je kunnen zeggen, zie je dat overgewicht bijna overal alleen een probleem is van de armste mensen. Of de mensen met de laagste inkomens, de laagste opleidingen. Ik heb juist het idee dat ik iedereen wel dikker zie worden. Vooral als je film ziet van 30, 40 jaar geleden, valt het op dat iedereen veel slanker was. Nou, dat is aardig. Ik zag ook laatst op het Stadsjournaal een aantal van die oude filmpjes uit de jaren 60 en 70 over de warme zomers in Amsterdam. En daar is helemaal niemand te zwaar. En ze lopen allemaal in zwembroekjes door met waterspuiten enzovoort. Wat kinderen natuurlijk nu heel veel doen, is een zittend leven leiden. Achterbanken van auto's, maar ook televisies, computers enzovoort, op school veel zitten. En daarbij ook nog een heleboel snacken en voortdurend voedselaanbod. Dat maakt dat sommige mensen daar aan bezwijken, letterlijk bijna. Je raakte net aan het onderwerp beleid, wat er aan te doen is. Maar laat ik maar de vraag stellen. Wat is er aan te doen? Heel veel te doen. Wat kun je, je kan stimuleren, kun je ook verbieden? Ik vind van wel. Dus we hebben natuurlijk toch... Begin dan maar met het verbieden, dat is wel zo spannend. Wat gaan we verbieden? Wat er bijvoorbeeld gebeurt op een groot aantal, ik geloof 90 scholen in Amsterdam, dat wordt door de gemeente ondersteund. Dat zijn jump-in scholen, dat zijn basisscholen. En daar wordt nu gezegd, je mag alleen maar water drinken om 10 uur. En als bij de lunch, je mag dit en dat meenemen van thuis, maar niet alles. En geen snacks en geen zoete drankjes en dat soort zaken. En dan drinken we ook water bij de lunch. Ja, dat kun je heel betuttelend noemen en er werd ook een beetje verwacht dat dat enorm veel weerstand zou oproepen bij kinderen en bij ouders. Maar dat valt eigenlijk reuze mee, iedereen is best tevreden. Je kunt op een bepaald moment ook afspreken dat die enorme cultuur van overdadige tractaties op school, dat je daarmee stopt met elkaar. Want het is heel erg lastig, het is voor de ouders heel erg lastig, want je moet weer de vorige ouder overtreffen in je cupcakes of al die andere zaken. Je moet als leerkracht enorm oppassen, want die mag geen... iets met pinda's, die mag niet iets met suiker, die mag niet iets met gluten, die moet is allergisch voor dit soort eiwit en dat voor, enzovoort. Dus dat is een eindeloos gezeur over die tractaties. En uiteindelijk worden kinderen er eigenlijk alleen maar dikker van, want het is alleen maar zoet en vet. En de scholen waar ze dit afgeschaft hebben en waarbij je dan de verjaardag nog wel viert, maar dan met een liedje en een hoedje op en even wat aandacht, dan vinden kinderen eigenlijk net zo prima. Dus je kunt best wel ook grenzen stellen aan wat wel en niet kan. Kun je ook regelgeving opleggen aan supermarkten? Bijvoorbeeld de snoep op kindergrijphoogte bij de kassa? Ja, dat kan.
Het is nog beter als die de zien je al komen. Ja, nou ja, iedereen ziet je al komen. Maar het is natuurlijk op een bepaald moment ook niet meer anders te doen dan door ook echt wel wat regels te stellen. Mm-hmm. Dat wij aan jonge kinderen het goed vinden dat aan jonge kinderen voor 29 cent halve liter energiedranken worden verkocht in schoolpauzes. Dat is eigenlijk heel raar. Dus je kunt op een bepaald moment best zeggen, dat mag gewoon niet. Mm. En net zoals we dat, daar hebben we heel lang over gedaan, de alcoholgrens van 16 naar 18. In Nederland was het allerlaatste land volgens mij waar dat gebeurde. Ook bijna het allerlaatste land waar een rookverbod was. Maar natuurlijk kun je grenzen stellen aan wat wel en niet kan. Als dat echt daadwerkelijk bijdraagt aan ongezondheid, dan mag je ook de burger wel beschermen tegen die ongezondmakende omgeving. Maar dat is natuurlijk eigenlijk, die ongezondmakende omgeving is eigenlijk altijd iets wat commerciële bijbedoelingen heeft. Overconsumptie. Maar het is natuurlijk veel moeilijker dan tabak verbieden. Ook al is het een chief whip sigaret voor uw gezondheid. Want tabak verbieden, dat is één ding. Maar ongezond eten, dat is een heel diffuus verhaal. Wat wel en niet gezond is op het gebied van eten. Dat is lastiger. En voor wie het helemaal lastig is het voor kinderen. En er is heel veel kindermarketing. En je kunt eigenlijk rustig stellen dat bijna alle producten die speciaal voor kinderen zijn gemaakt, ontbijtgraan of koekjes of drankjes of wat dan ook, dat zijn de minst gezonde. En er zit de meeste suiker in, de meeste zout, de meeste enzovoort, de spelletjes en al dat soort zaken. Die hebben vaak ook grote verpakkingen, waardoor kinderen makkelijk ook te veel eten. En daarvan kun je natuurlijk wel zeggen, zeker bij kinderen moet je als overheid ook wel zorgen, en ouders samen, dat moet altijd samen, dat je kinderen beschermt tegen die invloeden. Want een kind kan geen weerstand bieden als je hem snoep aanbiedt. Je kunt het aanbieden en zeggen, je mag het niet nemen. Maar dat is, ik denk dat dat niet kan. In het kader van het stimuleren had je erover in een interview in Vrij Nederland laatst, over de smaaklessen. Ja. Die kok Pierre Wint een tijdje heeft gestimuleerd. Ja. Omdat je bedacht. Dan kinderen leert wat lekker is. Ja, niet en wat lekker is, weten ze al. Te goed. Maar, andere dingen lekker leren vinden. En maar ook leren koken en leren tuinieren en kijken waar je voedsel vandaan komt. Dat weten heel veel kinderen niet meer. Nee, want daar had Jan Latte het ook over. Het begint vaak bij kennis. Ja, ja. Nou ja, kijk, het was een heel mooi verhaal van Jan Latte. En ook van de architectuur enzovoorts. Maar de voedselomgeving die ontbreekt daar nog een beetje in. Het gaat wel over beweegomgeving, een groene omgeving. Maar de voedselomgeving, daar zijn we ook van vervreemd. Waar komt ons eten vandaan en hoe moeilijk en leuk is het? Er zijn wel van die initiatieven geweest, als een supermarkt die allerlei moestuintjes gaf aan kinderen. Weet je wel, van die kleine potjes die je dan moest overpotten en zo. Ja. En dan merk je dat kinderen het reuze interessant vinden. En ook echt wel heel erg lekker vinden als ze die groenten zelf hebben verbouwd. Dus dat stimuleren van gezonde eten, dat moet je niet alleen maar doen met allemaal educatie en informatie over ingrediënten en hoeveel klontjes suiker er hier en daar in zitten. Je moet het ook gewoon heel erg aantrekkelijk maken om gewoon basisvoedsel lekker te vinden. Ja. En leuk. En leuk. Daar zijn de smaaklessen absoluut. Goed voor. Ja. Worden die nog gegeven? Ja, die worden nog steeds gegeven. Alleen, dat is natuurlijk de ellende bij al dat soort zaken. De overheid heeft dit laten ontwikkelen, bedacht door Pierre Wint. En dan zeggen ze op een bepaald moment, ja, nu stoppen we ook met de subsidie, want we vinden het eigenlijk niet de taak van het onderwijs. En dat is natuurlijk ook zo, er komt heel veel op het onderwijs, hè, verantwoord burgerschap en dit en dat. Alles moet het onderwijs gaan oplossen aan maatschappelijke problemen. En dit komt er dan ook nog bij, maar gelukkig hebben wij en collega's van het VUMC laten zien dat gezonder leven op school, dat ook leidt tot betere schoolprestaties. Mm-hmm. Dus meer bewegen, meer aandacht ook voor gezonde slaap, dat is ook belangrijk. Maar ook gezond eten. Het was een heel interessant verhaal laatst over een gouverneur van een provincie in het noordwesten van Turkije. Die treedt nogal proactief op in het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van zijn provincie. Liften naar de eerste, tweede en derde etage zijn verboden. Behalve voor rolstoelen. Ja. Cafés mogen niet meer dan 2 klontjes suiker bij de thee geven. Nou, dat wil wel wat zeggen in Turkije. Ja. En werknemers die sporten mogen een uur later beginnen op het werk. Dat is natuurlijk prima dat een wethouder of een burgemeester zich heel erg veel zorgen maakt over de gezondheid. Maar je moet het wel structureel doen, denk ik. Je moet echt ook de wijken anders aanleggen. Je moet zorgen dat kinderen structureel in het onderwijs meer aandacht krijgen voor gezond eten en gezond leven.
Want als je het elke keer weer moet hebben van de burgemeester die de volgende keer weer is weggestemd. En dan zit er weer een andere en die vindt dat helemaal niet zo interessant. En dan is het ook weer over. Ik zat erover na te denken van tevoren en ik dacht, eigenlijk hoe het dan ook loopt, heeft het toch winst. Want ook als je de mordicus tegen bent, mensen gaan het er wel over hebben met elkaar. Net als mayor Bloomberg met zijn te grote frisdranken in New York. Ja, absoluut. Iedereen had het er wel over. Ja, dat is een goed voorbeeld. Maar wat het ook vaak is, is dat mensen denken altijd dat overheden keuzes wegnemen, beperken. Maar vaak is het ook juist het verruimen van de keuzes. Want de gezonde keuze die is vaak helemaal niet aanwezig. Als je bijvoorbeeld hebt over drinken op school, water drinken op school. En we hebben dat toevallig onderzocht, VMBO-scholen. Nou, dan is er één kraantje op het toilet. Er moeten 600 kinderen per dag moeten daar dan water van drinken. Maar er staat ook een frisdrankautomaat. Dus ja, dan kun je het altijd hebben over die frisdrankautomaat moet weg. Maar dan moeten ze nog steeds naar dat toilet. Dus je kunt beter overal waterpunten neerzetten. En dan talen die kinderen eigenlijk niet meer naar die frisdrank. Dus dat is eigenlijk ook helemaal niet zo ingewikkeld. Je kunt soms eigenlijk de keuze ook gewoon verbreden en de gezonde keuze de makkelijke keuze maken. Ik kreeg ook hele gezonde boterhammen mee naar school vroeger, maar die flikkerde ik zo in de vuilnisbak. En we gingen met z'n allen naar de snoepwinkel. Ben ik de enige? Ja, echt waar. Je bent de enige. Hebben we nog nooit van gehoord. Nee. Onder welke steen leef jij eigenlijk? Nee, dat gebeurt natuurlijk. Want er is zoveel verleiding ook op die school. In de kantine en in de supermarkt enzovoort. En dat is precies het punt wat ik maak. Je kunt dat als ouder heel goed bedoelen. Maar dan ondermijnt de omgeving toch weer jouw opvoeding. En daar moet je dus dan denk ik ook tegen optreden. Je hebt verteld, veel mensen denken, nou ja, maak je toch gezonde dingen goedkoper, groenten met name. Ja. Je vertelde over een experiment waarbij dat gebeurd is, maar uiteindelijk dat het geld dat mensen dan zonder kennis van zaken, denk ik, bespaarden, gingen ze dan weer aan andere, juist ongezondere dingen uitgeven. Dus nou ja, je bereikte eigenlijk het tegenovergestelde. Dat vind ik wel heel verdrietig, maar kennelijk werkt het zo. Nou, wat je natuurlijk, kijk, gezond eten hoeft helemaal niet zo duur te zijn. We weten dat aardbeien in de winter, dat is hartstikke duur enzovoort. Maar seizoensgroenten enzovoort, dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Wat je vaak ziet is dat mensen en de kennis en de vaardigheden niet hebben. Koken bijvoorbeeld. Er zijn echt een hele generaties opgegroeid zonder dat ze kunnen koken. Dus dan staan ze een beetje voor zo'n beetje glazen te kijken naar zo'n grote vitrine met allemaal verse groentes. Maar ja, dan kost dat veel tijd en het is ingewikkeld en het is misschien ook niet lekker. En nou ja. Dus dat, ik denk dat dat weer terug moet komen. He, want je kunt wel, en dan kan het best goedkoop. En je kunt ook diepvriesspinazie eten, is prima. He, en dat kost maar 49 cent per zoveel 100 gram. En in plaats van een paar euro voor verse bladspinazie. Dus het kan wel, maar mensen kunnen het niet meer. En bovendien, kijk, wat het probleem was bij die, dat gezonder maken of dat goedkoper maken van de gezonde producten. Als je de ongezonde producten niet duurder maakt, ja, dan blijven die gewoon aantrekkelijk. Het is natuurlijk nog steeds zo, als je hier bij, nou toevallig bij het station heb ik even gekeken, je kunt een appel kopen voor 1,20 euro en je kunt ook twee Snickers kopen voor 1,20 euro. Nou ja, als je een beetje op je geld let, dan weet je wel wat je koopt. Tenminste, denk ik, de meeste mensen zullen dan gaan voor, en hoe armer je bent, hoe meer je voor die, zeg maar, comfort impulsieve food. Comfort food gaat. Uh-huh. Ja. Oh ja? En als de appel 20 cent is? Gaat het om gedrag? Ja, natuurlijk gaat het om gedrag. Maar gedrag wordt natuurlijk deels, zeker bij dit soort dingen waar het nu over kiosken, gaat het over impuls aankopen. Dan gaat het net over hoeveel geld heb je nog bij je. En als je het over jeugd hebt, die hebben gemiddeld 2,30 euro te besteden. En dan is 8 euro is gewoon out of the question. Dan, u heeft misschien een wat hoger inkomen en wat meer te besteden. Maar heel veel kinderen en met name mensen uit achterstandsbeleid hebben helemaal niet zoveel te besteden. En die letten echt wel op de prijs. Ja, maar u noemt kennis en vaardigheden. Ja. Maar ik denk dat het, zeg maar, het gedrag van de ouders op dit moment een belangrijke factor is. Ja, ik zei ook, de ouders moeten het natuurlijk ook wel doen. Maar dat je het gezag van de ouders steeds ondermijnt door middel van allerlei commerciële activiteiten en het aanbieden van, zeg maar, de ongezonde keus, dat is natuurlijk toch wel heel erg lastig. En wat is een beetje precies wat je zegt, zodra de kinderen niet meer in beeld zijn, dan wordt het toch wel ingewikkeld. Maar je hebt wel gelijk, natuurlijk is het ook zo dat ouders het goede voorbeeld moeten geven en ze moeten natuurlijk ook de kinderen aanleren om die
smaken zoals groenten, dat moet je vroeg aanleren. Nou, daar is niemand bij. Dat is dus echt tussen 4 en 12 maanden moet dat ongeveer alle kinderen vinden gebeuren. Spruitjes en tomaten toch vies? Dat ligt aan wanneer je ze geeft en op welke manier je ze geeft. Aha. Er is wel een leeftijdskwestie, hè? Dat, ja, dat is echt een leeftijdskwestie. Dat de bittere... Ja, ja. 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 Kijk, een baby die overgaat van borstvoeding op gewone voeding, die eet eigenlijk alles wat de moeder aanbiedt. Het ligt een beetje aan hoe ze erbij kijkt. Als ze zo erbij kijkt, dan wordt het ingewikkeld. Maar als het zelf ook dan gaat het vanzelf. En soms moet je het een paar keer aanbieden, maar dan gaat het wel goed. Maar als je dat overslaat en een kind wordt 1 jaar, dan is het een kind ook zo geprogrammeerd. Gelukkig is dat in de natuur ook zo geregeld. Dan gaat zo'n kind rondlopen en die moet niet van alles in zijn mond gaan stoppen wat hij niet kent. Want het kan bitter zijn, het kan giftig zijn, het kan van alles en nog wat wezen. Dus dan moet je niks eten wat je niet kent. Als je dan pas begint met groentes, dus na 1 jaar of na 2 jaar, dan wordt het echt een strijd. En dat herkennen ook heel veel mensen, die strijd die dan volgens ook nog gevoerd wordt. Je moet je spruitjes opeten en dan krijg je pas een toetje. Nou, dat belonen met dat toetje, dat is ook psychologisch al wel helemaal niet zo verantwoord. Hij zegt het nog netjes, hè? Op onze site heeft onze stagiair Anouk Schouten een blog geschreven waarin ze beschrijft dat het stedelijk leven een eeuw geleden eigenlijk veel ongezonder was. Met vies water, geen riolering, slechte woningomstandigheden. Ja. Dat is nu voor een groot deel opgelost dankzij infrastructuur en ingrijpen van de overheid. Maar nu dat het ons eigen verantwoordelijkheid is om gezond te blijven en gezond te eten. Maar als je om je heen kijkt, vraag je af, kunnen wij die verantwoordelijkheid wel aan? Nou ja, wat we natuurlijk gedaan hebben al die tijd is... Kijk, in de verhalen die we net hoorden over de 19e eeuw en de 18e eeuw enzovoort, dan was het zwaar lichamelijk werk, veel uitputting en te weinig eten. We hebben dus heel erg ons best gedaan om een soort lui-lekkerland te maken waarin je niet te veel hoeft te bewegen. Dus altijd gemotoriseerd transport. Dus als je niet wil fietsen, dan neem je de tram en dan neem je de auto. En je hoeft de hele dag niet... Al het zwaar lichamelijke werk is bijna al overgenomen door apparaten enzovoort. En we hebben altijd voedsel om ons heen. En het kost ook bijna niks. We hebben nog nooit zo weinig geld aan ons voedsel besteed als nu. Dus iets van 10% minder dan we aan onze mobieltjes besteden per dag. Dus dat is geweldig. Zeg dat nog een keer. We besteden minder aan ons voedsel per dag dan aan onze mobiele telefoons. De smartphones en de appjes enzovoort. Wat je... natuurlijk ziet, is dat dat lui lekkerland, ja, daarvan zeggen we nu, je zit er wel in, maar je mag er niet van genieten. Je mag er maar soms een beetje van proeven. En wij zijn qua aanleg geprogrammeerd om te eten wanneer het maar kan. Als er maar eten is, dan het is een volledige mismatch tussen onze omgeving en onze biologie. En dat betekent dat we nu zelf onze eigen ondergang hebben gecreëerd, min of meer, aan overconsumptie en te veel zitten. En dat is natuurlijk heel comfortabel, hè, want veel zitten, dat vindt niemand heel erg. En zitten voor een televisie of een computerscherm, dat is natuurlijk iets wat kinderen heel lang kunnen volhouden, weet ik uit ervaring. Als je ze er niet bij weghaalt of je zet hem niet uit, dan volgens mij gaan ze dag en nacht door als je dat... niet heel goed in de gaten houden. En dat betekent dus dat wij onze biologie moeten overroelen door steeds maar informatie te geven. En te zeggen, de omgeving pakken we niet aan. Maar ik zeg het altijd wel eens, dat overgewicht in onze grote steden, wat echt een groot probleem is. 30.000 kinderen in Amsterdam alleen al, die veel te zwaar zijn. Dat is een normale respons op een abnormale omgeving. En vaak zien we in ziekenhuizen, of in dokters, die zeggen dat nee, het is een... Het is een abnormale respons op een normale omgeving. We vinden het heel normaal dat kinderen de hele dag zitten en de hele dag door snacken en zoete drankjes drinken. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Maar kan het? Kunnen we onze biologie overwinnen en onze omgeving overwinnen? Nou, alleen maar als je drastisch dus die omgeving ook aanpakt. En dat kan wel. Dus een voorbeeld wat je ziet is dat... er heel veel meer speelplekken worden aangelegd. En meer veiligheid, meer van die weinig verkeer en weinig overlast. Dan gaan kinderen vanzelf meer spelen. Een van de projecten die wij zelf ook doen, dat is op de Zuidas, dan is nog zo'n stukje waar we een tuin hebben. Als je die tuin hebt, gaan mensen daar wel in tuinieren. Als je een veldje hebt met een bal, dan gaan kinderen daar wel in spelen.
Maar als dat allemaal niet kan en je moet binnen zitten, ja, dan ga je snacken en voor de televisie zitten. Dus het is echt wel een kwestie van willen. Echt investeren in een gezonder makende omgeving. En dat kan, denk ik, met architectuur. Dus ik sluit me helemaal aan bij wat net gezegd werd. Eerst weten, dan willen. Ja, maar en het uitnodigend maken. Hè? Dus er wordt nu ook nagedacht over het opnieuw inrichten van schoolpleinen. En dat werd dan eerst gedaan door architecten, met alle respect, maar dat sloeg niet heel erg aan. En toen hebben ze de kinderen zelf die schoolpleinen laten ontwikkelen en bedenken. En die zagen er heel anders uit dan wij ooit als volwassenen bedacht hadden. Een wipkip met afstandsbediening? Nee, helemaal geen wipkip. Nee, er waren echte kippen bijvoorbeeld. Dat vonden kinderen veel leuker. Die zeiden, dat kan zeker niet. Ja, dat kon wel. En ja, goed. Dus ik denk dat het toch wel heel goed is om juist die omgeving zodanig te creëren dat het vanzelf gaat dat je die gezonde keuze maakt. Heerlijk, wat een optimistisch geluid. Dat het kan, terwijl we de problemen om ons heen zien groeien. Ja en nee. Kijk, we zitten nu in Amsterdam. In Amsterdam heb je nu een gemeente uit de vorige coalitie, zal ik maar zeggen, en deze, die hebben eigenlijk allemaal dat investeren in gezondheid bij de vroege jeugd als heel belangrijk thema onderkend. Want dat leidt tot meer sociale cohesie, het leidt tot meer lichamelijke activiteit, betere schoolprestaties enzovoort. En uiteindelijk moet je dat vooral doen in de wijken waar dat heel erg moeilijk is nu. Op onze site is ook een column van de huidige wethouder van Zorg en Welzijn, Van den Burg, die een sterk pleidooi houdt voor een stad waarin het makkelijk is om je te bewegen. Ja. En dat is dus een kwestie van wil. Ja. Ja. Jaap Seidel, zeer bedankt voor dit ontzettend interessante gesprek. Oké, dankjewel. Nu heb ik een belangrijke vraag aan Johan Hoorn. Ga ik jou aankondigen of gaat Alice jou aankondigen? Zora, excuus. Daar is nu geen tijd voor, maar na afloop is Jaap er graag voor. Ja. We hebben nog één spreker, twee sprekers samen, aan de bar, bij een gezond biertje. Ja. Wie gaat jullie aankondigen? Ja? Oké. Wie komt er nu, Zora? Ja, Tracy, deze twee mensen ken ik heel goed. Johan Hoorn is onderzoeker aan de VU en zit dus elke dag aan me te sleutelen. Hij is de enige die me stil krijgt. Haha. Sander Burger is filmmaker die mijn robotzusje Alice heeft gevoegd met een camera bij haar eerste baan in een bejaardentehuis. Dat klinkt een beetje eng, maar dat is interessant om te zien hoe zorgrobots zoals ik en Alice kunnen worden ingezet om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Mag ik er ook bij gaan zitten, Tracy? Het gaat tenslotte over mij. Bemoei je al, je zit er al bij. Ik voel me te dik. Nou, twee co-presentatoren, dat is een beetje veel van het goede, Johan. Ga van de knoppen af en kom erbij. En Sander Burger. Wil je een microfoon pakken, Johan? Ga je Zora nu afkoppelen? Ja. Als jullie beiden een microfoon pakken? Ja. Sander, jij bent maker van de film Ik ben Alice. Ik vond het een werkelijk indringende film over eenzaamheid en over wat de zorgrobots daarin kunnen betekenen. We gaan twee fragmenten daarvan zien, maar ik wilde, voordat we een fragment laten zien, jou vragen hoe je hiertoe gekomen bent. Tot het maken van de film bedoel je toch? Ja. Eigenlijk begon het met een stukje in de krant, heel klassiek. De meeste documentaires beginnen zo. Stond een stukje in de metro, denk ik. Klein artikeltje, fotootje van haar zusje nog. Ze heeft nog een zusje met blauw haar. En daar stond een soort onderschriftje bij dat op korte termijn... dat ze een robot aan het onderzoek waren bij de VU... die ze op korte termijn wilden gaan inzetten bij bejaarde mensen. En mijn eerste
reactie op dat artikeltje was dat ik vooral een soort rare weerstand voelde. Van hoezo, waarom en wie zit erop te wachten. En ik heb toen... Met het gevoel dat mensen dat beter zouden kunnen... Nee, het voelde, ik weet niet, het was een soort raar... Ja, wat toch eigenlijk de meeste mensen hebben bij de eerste aanraking met zorgrobotica is een soort weerstand. Ja. Op een of andere manier is zorg en robot lijken een soort contradictie in terminus. Mm-hmm. Dat lijkt niet samen te gaan. Inmiddels kijk ik daar wel anders tegenaan. Maar toen dacht ik van, waarom? En ja, als filmmaker is dat over het algemeen een hele goede uitgangspunt. Goed uitgangspunt. Waar dat dan vandaan komt. Ja. En toen heb ik contact gelegd met de VU en ik denk dat ik ongeveer een week later met Johan aan tafel zat. En eigenlijk vanaf dat moment is mijn... Ik ben geen profeet of zo, maar ik kijk er wel heel anders tegenaan. Ja. Oh, interessant. Mogen we het eerste fragment zien? Had jij me niet kunnen waarschuwen? Hè? Zoiets gebeurd. De wedstrijd is weer begonnen. Hè? Hier heb jij ook niks aan, hè? Nee. En de jongens, oh, moet je dat nou toch zien? Dat moet je tegenwoordig voetbal. 7. 8. 9. Oh god, wat is die uitgedost? Hup, talent, hup. Houd, vooruit jongens. Nou, ja, zit erin. 2-2. Weet je wat ik me afvroeg toen ik dit zag? Zat er een hele filmploeg in de kamer erbij? Of heb je alleen een camera neergezet en die laten draaien? Nee, er zat een hele ploeg bij. Het is zo... dat Alice jou negeert, dat snap ik wel. Maar ook de bejaarde dames negeerden jou kennelijk volledig. Ja. Nee, dus kijk, we hebben er in die zin natuurlijk een opstelling gemaakt... die zo bedacht was door de cameraman dat wij zo min mogelijk in hun oog, direct in hun ooglijn zaten. Dus als ik Alice ben en jij bent de dame, dan zat de cameraval hier. Mm-hmm. En we hadden natuurlijk, we gebruiken in de film, ik denk dat een derde van de film is de point of view van de robot. Mm-hmm. Dus we hadden altijd het frontale shot via Alice. Ah, ja. Dus in die zin kon ik, en dat is materiaal wat ik eigenlijk pas op bij de montage terug zat. Mm-hmm. En dat was behoorlijk indringend, omdat die dames eigenlijk al vanaf de eerste dag, terwijl wij erbij zaten, maar op een of andere manier vergaten ze ons gewoon, omdat die robot toch veel interessanter was dan wij. Toch hele indringende dingen aan haar vertelden. En omdat dat dus recht naar de robot gaat... en je zit aan de andere kant van het scherm, is het bijna alsof ze door het scherm jou aankijken... ik vond het... Want ze vragen... Alice vraagt aan sommige dames... wanneer is uw man overleden? Waaraan is uw man overleden? En dan komen er toch een verhalen. Johan, hoe komt het dat deze mensen zo... zich zo makkelijk openstellen tegenover een pop van hard plastic? Ja, dat is ook een heel bijzonder verschijnsel. We hebben er heel lang over nagedacht wat het kan wezen...
Er zijn twee dingen aan de hand. Die poppen hebben net genoeg menselijke trekjes om er als een mens op te reageren, maar niet zoveel dat je het gevoel hebt werkelijk met een mens bezig te zijn. En dan krijg je iets wat ze in de psychologie noemen een stranger on the train effect. Mensen zijn heel openhartig tegen anderen in de periferie van hun sociale leven. Dus de kapper is, als je in een ziekenhuis wil weten of de dokter goed is, dan moet je naar de kapper gaan. Want die heeft van iedereen gehoord welke dokter hoe zijn werk doet. Dat geldt ook voor de stranger on the train. Dus er zijn mensen die hun hele levensverhaal vertellen aan iemand op de trein. Waarom? Die stapt namelijk op het volgende station uit en is dan weg. En er zijn geen consequenties aan wat je hebt gezegd en wat je hebt gedaan en wat je hebt beweerd in de rest van je leven. Nou, wij denken dat die robot daarin zo'n positie inneemt. Dat maakt die robot ook heel uniek als sociale aanwezigheid. We zijn ook een beetje afgestapt, zeker in de toepassing, om zoveel mogelijk een mens te willen modelleren. Want dan raak je precies dit unieke aspect kwijt. Het moet geen mens zijn, want mensen moeten in ieder geval het vermoeden hebben dat het ding zich niet bemoeit met jouw sociale leven. Alleen maar de vraag stelt. En ook niks gaat doorvertellen van wat het gehoord heeft. En niks gaat doorvertellen, dat is een heel gevaarlijke aanname. Maar het kan natuurlijk best wel geprogrammeerd worden dat het gewoon lokaal blijft en zelfs vergeten wordt of gewist. Ik bedoel, dat is aan ons om zo te bouwen of niet. Maar het goede ervan is, het werkt als een soort van dagboek. Je kan je verhaal daar kwijt. Je ziet het ook, we hebben nu oudere vrouwen gehad, maar we zien het ook terug bij mensen die spastisch verlamd zijn. Die zijn ook sociaal heel geïsoleerd. En dan is het gewoon fijn om over de verpleging te kunnen klagen, want dat kan je niet tegen de verpleging. Nederland is een beetje aarzelend geweest in het inzetten van zorgrobots bij met name sociale zorgtaken, het bestrijden van eenzaamheid. In België is het veel gewoner al. Begint dat een beetje te komen in Nederland? Ja, het begint een beetje te komen. Deze Zora-robots die worden in België geprogrammeerd. Ze worden gebouwd in Frankrijk. Dus de kast is in Frankrijk gebouwd. Programmatuur, zodat het zorgtaken kan verlenen in Oostende. Daarmee is dat ook eigenlijk ongeveer het enige bedrijf in Europa dat werkelijk ondersteuning kan bieden aan een zorginstelling om die dingen te plaatsen. En ze lopen die zorginstellingen ook de hele tijd af om te vragen wat kan er beter, hoe moet het anders. Hier in Nederland begint het wel te komen. Je ziet het nu in de omgeving van Apeldoorn dat ze ook echt worden uitgezet. Vught is een goed voorbeeld. Langzaamaan begint Nederland ook om te gaan. Waar Nederland nog steeds heel terughoudend in is, is om er werkelijk op in te zetten en werkelijk in te investeren. Daar zie je toch geen ondernemerschap, moet ik zeggen. Kom ik zo op terug. Sander, ik weet nog, in jouw film is er een heel sprekend momentje dat iemand van het zorgteam, heet het, komt bij een dame bij wie Alice in huis is. En die verzorgster vraagt, wat vindt u van de robot? Ze weet niet goed wat ze moet zeggen. Ze voelt dat ze op glad ijs is. En dan zegt die verzorgster, dus ik hoef nog niet voor mijn baan te vrezen. Dan raakt ze natuurlijk wel aan een punt. Want ik kan me voorstellen dat er vanuit de verzorging, terwijl ze enerzijds veel te zwaar belast worden, ook de angst is dat ze overbodig worden door de robotica. Ja, die angst is eigenlijk altijd met nieuwe technologie, waar dan ook. Ik kan niet in de verre toekomst kijken, maar in de komende 20, 30, 40 jaar denk ik dat er alleen maar heel veel meer mensen in de zorg nodig blijven zijn. De film opent met een soort statistiek dat in 2023 er vier keer zoveel 80-jarigen zijn als nu. Vier keer zoveel. In welk jaar zijn? In welk jaar? Binnen 10 jaar. Dus binnen 10 jaar? En daarnaast komt de statistiek dat 75% van de 80-jarigen op een of andere manier hulp nodig heeft. Dus gebruik maakt van zorg in meer of mindere mate. Nou, als je kijkt dat nu de zorg het al bijna niet aan kan. En we hebben dus over minder dan 10 jaar dat het gaat verviervoudigen. Er wordt heel erg hard over nagedacht. Maar ik denk dat in die host die eraan gaat komen, zorgrobots een hele goede ondersteunende taak zouden kunnen hebben. En dan zie ik het zeker niet, en Johan ook niet, en ik denk eigenlijk niemand die met zorgrobots werkt,
het als een vervanging. Maar nou, mevrouw Remkes bijvoorbeeld, dat is een van de dames in de film, die je net zag, die krijgt 1 kwartier hulp per dag. En daarin wordt zij gewassen, aangekleed, wordt gecheckt of de medicijnen heeft ingenomen. Nou, er worden wat huishoudelijke dingen gedaan. Nou ja, en na 1 kwartier zijn ze weer buiten. De vrouw die haar verzorgt zegt ook heel letterlijk, ik vraag niet hoe het met haar gaat. Want ik ben te bang dat ze antwoord geeft en ik heb geen tijd om te luisteren naar het antwoord. Ik heb geen tijd voor dat antwoord. Ik heb geen tijd voor het antwoord. Helemaal. Dus op het moment dat er nou op een of andere manier een robot zou komen die en sociaal is. En ik bedoel, er zijn een heleboel universiteiten, Eindhoven, Delft, die ook veel meer praktische robots aan het ontwikkelen zijn. Die steunkousen kunnen aantrekken, die koffie kunnen zetten, allemaal van dat soort dingen. Als deze zorgverlener zou komen en mevrouw is al aangekleed, mevrouw is al gedoucht door een robot, waardoor ze niet in 2 minuten wordt gedoucht, maar heerlijk een half uur onder de douche kan staan. Ze heeft al gegeten, de medicijnen zijn al ingenomen. Dan, ook al is het maar 1 kwartier, maar dan kan die mevrouw wel in dat kwartier gewoon wel vragen hoe gaat het met u en even zitten en koffie inschenken. En ik denk dat in die zin dat mes aan 2 kanten snijdt, dat heel veel mensen in de zorg vinden het werken in de zorg niet zo leuk meer, omdat ze juist wat ze zo graag willen doen, die mensen, nou ja, niet wassen, maar gewoon helpen en gewoon daar voor hun zijn, niet kunnen uitoefenen. Dus de routinetaken uitbesteden aan de robots en de menselijke taken houden voor de mensen. Ja, en ik denk dat daar een hele goede toekomst zit. En ik denk dat dat echt voor alle partijen een enorme winst zou zijn als we die kant op zouden gaan. Mogen we nog net het andere fragment, alsjeblieft? De vorige keer was de lift stuk. Is de lift al gemaakt? Ja, die is 16 dagen buiten gebruik geweest. Kon ik dus 16 dagen lang niet de straat op. Wat vervelend, zeg. Ja, is heel vervelend. Grappig. Bent u al buiten geweest vandaag? Vandaag nog niet. Zullen we even naar buiten gaan? Ja, als je dat wil. Waar wilt u heen? Ik weet niet, regent het eigenlijk buiten of is het droog? Dat heb jij natuurlijk niet gezien, hè? Volgens buienradar is het droog nu. Dan moet ik toch eens kijken of het droog is. Ik heb geen flauw idee. Even proberen op te komen, hoor. Dat is altijd even een probleem. Om op te komen. Waar wilt u buiten naartoe gaan? Wat zeg je? Ik wil even gaan kijken wat voor weer het buiten is. Laat even. Volgens buienradar is het droog nu. Kost me moeite. Maar eenmaal op en dan lukt het wel. Geen flauw idee wat voor weer het is. Oh, de zon schijnt. Even kijken. Ja, het ziet er wel mooi uit. Het is maar goed dat de robots geduldig zijn. Als je ziet hoe tergend dat soms gaat, dan is het eigenlijk een heel groot voordeel van de robots. Die ergeren zich nooit. Die denken nooit hup. Nou ja, hup Holland hup, maar niet hup. Nee, Johan, ze zijn oorspronkelijk ook ontwikkeld voor mensen die dementeren. Ja, nou ja, het sluit aan bij het verhaal dat ik net hou. Je moet ze in de toepassing vooral niet te menselijk maken, want ze hebben een heel aantal kwaliteiten die mensen niet hebben. Je bent ze ook niet tot last. Dat is voor veel oude mensen ook een punt. Ze willen het niet vragen, want ja, het duurt allemaal zo lang. En je bent in de weg van het dagelijks leven. Dat zijn allemaal dingen waar een robot geen last van heeft. En als we die dingen nou juist uitbuiten, dan is het alleen maar heel prettig. Ja. Als het gaat, Johan, je had het net over het gebrek aan ondernemerschap om dit verder te ontwikkelen. De ontwikkeling van Zorda en Alice was onderdeel van het CRISP-programma. Creative Industry Scientific Program van de overheid.
Maar dat was een vierjarig programma, dat is voorbij. Dus is het onderzoeksgeld voor dit project ook voorbij. Hoe nu verder? Inderdaad. wat we nu gedaan hebben, om het prachtige project niet dood te laten gaan, is dat we met een aantal partijen, onder meer met KPMG, met A-Lab, zijn we bij de Shell-toren gaan zitten. En daar hebben we het Social Robotics Pop-up Lab hebben we daar gebouwd. Waar eigenlijk iedereen mag meedoen, ook als je niet technisch begaafd bent, om, want iedereen heeft een oma, zeg ik altijd, samen te helpen zorgrobotica te maken. En waar we ook inderdaad heel erg willen dat er een ecosysteem begint te ontstaan, waarin mensen investeren en er weer uit meenemen en verder ontwikkelen. Zodat we daar en onderzoek, en ontwerp, en onderwijs, en allemaal samen hebben. Zodat het ook niet meer afhankelijk is van één project met een aantal miljoenen en dan zijn er miljoenen op en dan hebben we niet alleen maar publicaties op de plank liggen, maar ook prototypes, zeg ik tegenwoordig altijd enigszins cynisch. En dat is doodzonde. En is dat een vorm van crowdfunding die je nu Nou, op dit ogenblik niet. Nu is alles met gesloten beurs. Ieder legt in, dus A-Lab geeft ruimte. KPMG stelt de website ter beschikking. Wij hebben de technologie. En dan, tot nu toe loopt het heel goed. Op 9 oktober gaan we bezocht worden door 29 science centers, zoals NEMO, vanuit heel Europa, die ons dan in hun programma willen opnemen als een soort rondtrekkend circus, roadshow, zoiets. En dat is typisch pop-up hieraan. We verschijnen daar waar we gewend zijn en hopen op die manier ook de financiering rond te krijgen. Want er moet eigenlijk nog heel even doorontwikkeld worden, want heel veel techniek ligt er, maar is niet goed gekoppeld, is nog niet goed op elkaar afgestemd of nog net niet klaar. En met heel weinig kan je mensen die eenzaam zijn al heel erg blij maken. Mm-hmm. En net dat stukje, en dat is niet alleen maar ondernemers, maar ook overheid, verzekeringen, die dan de hele tijd eigenlijk alleen maar hun knopen zitten te tellen en een beetje afwachtend naar de achterban aan het kijken van, ja, kan dit wel, kan dit niet, en dan doen we het niet. En de film van Sander Burger is denk ik voor jullie een van de beste pleidooien die er maar zijn. Ja, daar hoef je geen wetenschappelijk artikel meer voor te publiceren eigenlijk. Ja, dat klopt. Hij heeft het verhaal veel mooier verteld. De cijfers verdampen, ja. De film van Sander Burger is op de site van NPO te zien. Hij is al eerder vertoond hier in de Bali, maar je kan hem op de site van NPO zien. En we kunnen het onderzoek van Johan en zijn team volgen op pop-up-lab.lab.com. Dat klopt. En we kunnen ook een interview van mij met jou zien op de site van stadslevenamsterdam.nl. En de film is ook bij NPO 2 NCRV terug te vinden. Ja, ja. Nou, aan ons zal het niet liggen, hè? Nee. Dank jullie hartelijk. Dank je wel. En nu zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Stadsleven. Dankjewel jongens, je mag weg. Hoeft niet, mag wel. Het ging vanavond over heel veel verschillende aspecten van de gezonde stad. Over de keuzes die we dagelijks maken. 200, ja, ik had geen idee. Over het ontwerpen van een gezonde stad, de rol die architectuur daarbij kan spelen. Over de potentie van nieuwe technologie om de vergrijzing het hoofd te bieden, het lijf te bieden, meer dan het hoofd. Als het gaat over het bestrijden van de eenzaamheid, ik zou zeggen, kijk vooral naar de film van Sander, want het is werkelijk indringend wat zo'n plastic pop voor iemand kan betekenen. Er is een mevrouw Schellekens, is het? Aan het begin, haar dochter zegt, nou, vindt ze niks hoor. Maar de tranen staan er in de ogen als Alice weer wordt weggehaald aan het eind van de film. De gezonde stad, is dat alleen maar onze eigen verantwoordelijkheid? Nu de zaken als riolering en schoon water en ziekenzorg, ziekenhuizen zijn geregeld. Nou nee, want ik denk dat dat heel duidelijk bleek uit het verhaal van Jaap Seidel, dat onze gezondheid een heel complex iets is waar heel veel eigen keuzes aan te pas komen. Maar die keuzes moeten voor ons ook worden gerangschikt. En soms moeten we ook dingen verbieden. Dus wat dat betreft denk ik dat het heel interessant is vanavond om na te denken over de rol van de overheid in het sturen en het selecteren van de keuzes die we hebben. We willen eigenlijk niet aan die betutteling
Maar als we zien alleen al in Amsterdam 30.000 te dikke kinderen, dan denk ik dat de opgave hier wel heel prangend is. Zelfs in deze redelijk welvarende stad en in dit land waar toch 30%, ruim 30% van de mensen zegt gezond en gelukkig te zijn, maar 22% toch helemaal niet. Nou, hier is het laatste woord nog niet over gesproken. Het is een hele actuele discussie in Nederland. Ik hoop dat jullie, net als ik, heel veel geleerd hebben vanavond. Kijk naar onze webmagazine met de column van wethouder Van den Burg, waar ik het over had. Column van onze stagiair Max Niekes over medisch toerisme. Heel interessant, een enorme groeimarkt. Het gesprek met Johan, de video en de film van Sander. En kom terug, teken in voor de nieuwsbrief, voor ik het vergeet, nog een keer. En kom terug op 26 oktober, dan hebben we het over het thema Make No Small Plans. Over de spanning tussen enerzijds de lange, eerbiedwaardige Nederlandse traditie van grootschalige ruimtelijke ordening. En de trend nu juist om het allemaal zelf, bottom-up, kleinschalig, buurtgericht te doen. Hoe kun je daar een stad mee, terwijl niemand meer in een masterplan gelooft? Dus de spanning tussen het masterplan en de doe-het-zelf, daar gaat het over op 26 oktober. En ik verheug me erop jullie dan terug te zien. Bedankt. Ben je er voor vragen? Er is alle tijd en ruimte nu om met Sander en Johan en Jaap Seidel in gesprek te gaan.